dan zie je toch wel iets op dat podium. Een frisse Christophe bijvoorbeeld. Alexander Christophe, die heel gemotiveerd was om er iets van te maken. Gisteren toch maar weer vierde ook. En dat geeft dan wel een boost aan zo'n Uno X-ploeg die een soort thuiskomst benoemt of benoemt of noemt. Dan heb je Nizzolo, Giacomo Nizzolo, uit die ploeg van Israël. Premier Tech, de ploeg ook van Sepp van Marke. Op de foto Stibar met de mensen van De Lovi uit Proven. Een zorgcentrum voor mensen met een beperking. Allemaal sympathieke mensen die vanmorgen aan de start waren. Met 20 waren ze. En dan zie je ze passeren één voor één. De winnaar van 2016, Peter Sagan. Een van de drie ex-winnaars aan de start. Sagan, Jacobsen, de winnaar van vorig jaar. En natuurlijk ook Jasper Stuyven, de laatste Belgische winnaar. Dan zie je Kokaar staan op dat podium. En ze stralen allemaal, ze blinken allemaal. Ze zijn in uitstekende doen naar dit openingsweekend gekomen, de meesten. Dit is Arnaud de Lieg. Arnaud de Lieg, onbevangen. Klakje, petje op het hoofd, klepje omhoog. En op iedere vraag antwoordend met een glimlach. Naast hem Brent van Moer. Ze kwamen het podium op. Ze vragen Arnaud de Lieg, hoe is het met de knie? Ja, de knie gaat goed. En de lichaam is klaar voor vandaag, dus geen probleem. Even terug naar gisteren. Tweede plaats, fantastische uitslag. Of zie je het als een gemiste kans om die omloop te winnen? Ja, zeker. Wanneer je doet tweede, het is altijd een beetje jammer. Maar ik denk de beste van de wedstrijd wint. Dylan was super sterk. Achter met Tim Wellens en Maurits, we doen ons best om te terug te zijn, maar het was gewoon onmogelijk. Dus die tweede plek is echt goed. Dat is mijn eerste podium in de World Tour race, dus veel geniet. Koers van vandaag, heel andere wedstrijd natuurlijk. Zit jij in het kamp van de Jumbo-Visma's, het kamp we gaan er een harde koers van maken? Of zeg jij, ik focus mij vandaag op sprinten tegen Jacobsen en Philipsen? Ja, er is twee mogelijkheden. Ik denk met de wind, we zien een zware koers. En met de Jumbo ook. Jumbo wil een zware koers, denk ik. Dus de twee opties voor mij is goed. Ik ben klaar en de ploeg is motiveerd. En de lichaam is klaar voor de twee mogelijkheden. Zware koers of een massaspurt. Mag ik dat samenvatten als ik ga mee zijn met de Jumbo's, maar niet per se mee koers maken. En als het tot een sprint komt, dan ga ik mijn kansen tegen Jacobsen en Philipsen. Ja, zeker. Ik volg. Ik speel op de rit. Het is dat de tactiek. Zeer verstandig. Veel succes. Dankjewel. Onder het fanlied van Brent van Moer in het Waasland. Er is blijkbaar een fanlied. En elke ploeg mocht vanmorgen kiezen met welk lied ze het podium opkwamen. Philipsen zagen we passeren. Philipsen die ook wel vindt dat er iets moet rechtgezet worden na gisteren. De ploeg was afwezig en dat vonden ze natuurlijk wel jammer. Philipsen, mogen we vragen wat er gisteren in de tactische debrief gezegd is binnen de ploeg? Niks. We hebben gisteren niet meer gepraat. Er is even een nachtje over geslapen en laten verzinken. En vanmorgen hebben we ook bij elkaar gestoken. Maar het algemene gevoel was lichtjes ontgoocheld binnen de ploeg of was het een ander gevoel? Ja, natuurlijk. Gisteren waren we vrij gebuist op vlak van prestaties. Dus er waren wel een paar factoren waardoor we niet in de koers zaten. Maar ik denk dat we zeker beter moeten kunnen doen en de conditie is er zeker. Dus ik heb wel het gevoel dat het vandaag anders kan. Vandaag is uiteraard gewoon een totaal andere wedstrijd, maar je zit wel met die Jumbo's. Hè? En je kan er bijna gif op innemen dat die gewoon een hele harde koers willen maken. Heb je dan voldoende in de benen? Zien dat we mee zijn, zeker. Maar Jumbo heeft zeker een verstoppertje gespeeld gisteren, dus iedereen gaat ze vandaag opnieuw verwachten. Er zijn ook wel een paar ploegen die zeker gebrand zullen zijn om beter te doen, dus ik verwacht ook wel een open koers. Open koers, wat is de kans dat er gesprint wordt? Acht je die groot met de wind die er is, met de Jumbo's die aanwezig zijn in de wedstrijd, of eerder klein? Het is nog altijd ver naar de finish, naar Kuurne, dus kan nog wel veel rechtgezet worden. Maar de wind gaat wel een cruciale rol spelen, denk ik. Sprinten tegen de Lee en Jacobsen, geen bang van veronderstel ik in jouw geval? Normaal gezien niet. Ik voelde me gisteren wel vrij goed, dus op zich heb ik wel, op zich heb ik wel vertrouwen opgedaan voor vandaag. Ja, succes man. Dankjewel.
niet hebben kunnen tonen tot wat ze in staat zijn. En daar waren verschillende oorzaken toe. Ze hebben daar vanmorgen goed over gepraat, zei hij. Nee, indrukwekkend. Indrukwekkend, zei hij wel eens. En dat ging over Arno Deli. Ik vond hem echt indrukwekkend. Blijkbaar was hij niet mee toen Jumbo-Visma die koep pleegde op de Lange Munten met 6. En is hij daar alleen naartoe gereden, Arno Deli. Dat hebben wij niet in beeld gekregen. Nee. Maar achteraf hoor je die verhalen. Ja, dus dat nog eens. Het wordt alsmaar straffer. Het wordt alsmaar straffer. Dit is die Jonathan Milan. Nu zag je hem heel even. Dit is dan weer Bonifacio, snelle man van Intermarché. Greg van Avermaat en zijn jongens van AG Deser Citroën willen er ook wel iets van maken. Hier hebben we Greg, voor eeuwig en altijd Olympisch kampioen. En met een mooi rugnummer, 51, aan de start vandaag. Ja, of dat hier vandaag gaat helpen is nog maar de vraag. Nee. Jasper Stuyven, links, de laatste Belgische winnaar, zoals ik al zei, met Meetje. Dat afkomstig is van Kuurne, zeker. Hè? Ja. Meetje Stuyven is van hier. Deze jongens zijn ook wel in vorm. Jordi Meus, zo spreek je het uit. Nog eens bevestigd vanmorgen. En Marco Haller. Twee snelle mannen bij Bora, Hans Grohe. Dit is de winnaar van gisteren, Dylan van Baarle. En daar kunnen ze allemaal winnen. Maar hij is natuurlijk wel gespecialiseerd in het afmaken ondertussen, Dylan van Baarle. Ja, ik denk vandaag de kaart Laporte. Ja, links. Ja. Komt hij in beeld en dit is hem nog eens closer, Laporte. Maar hij moet dan natuurlijk optornen tegen nog wel wat snelle mannen. Moet ze zien kwijt te spelen. Daar heb je twee snelle mannen, Ruben van Gucht en Fabio Jacobsen. Ja, de een al wat sneller dan de andere. Jacobsen. Fabio Jacobsen, moet jij het weer recht trekken? Ik wil weer winnen, ja. Ik heb er zin in. Gisteren was de ploeg denk ik niet voldoende aanwezig. Maar ja, dat kan gebeuren en vandaag is weer een nieuwe dag. Ja, en een totaal andere koers natuurlijk. De ploeg die misschien net niet goed genoeg is om de koers te maken, maar misschien wel om de boel weer bij elkaar te brengen, moet liggen. Ja, zeker. En met mij achter de hand kunnen ze altijd spelen op een sprint. Ik denk dat dat de grootste winstkans is en daar gaan we weer voor. Vorig jaar was het een mooie dag. Vandaag schijnt de zon weer. Ik heb er zin in. Hoe voel jij je? Hoe voelen jouw benen? Goed. Eigenlijk heel goed. Nee, ik ben in orde. Ben er klaar voor. Ben je onder de indruk van de Lee, als je er tegen moet sprinten straks? Zeker. Indrukwekkend. Vierde bovenop de muur. Zo'n sprintje nog. Hij zit in een goede vorm. Eén ding nog. Zijn de Jumbo-Visma's een lastige tegenstander voor zij die een massasprint willen? Zeker. Ik denk dat die jongens net als gisteren gewoon gaan koersen. Zoals Dylan van Baarle zei, op instinct. Wij zullen mee moeten op instinct. Veel succes daarmee. Dankjewel. Die zei ook, ja, volgen en hopen dat er gespurt wordt. En dan stonden ze klaar voor de start, op die eerste startrij. Een aantal notabelen verzameld. En de start werd gegeven door Alex Seegaard, een van de jonge beloften van Lotto Destiny. Die prof is. Ja, prof. En rijdt ook een beperkt programma bij de profs. Hij gaat dinsdag meedoen in Les Amis bijvoorbeeld. We gaan hem daar naar uit. Heeft al een wedstrijd gereden in Frankrijk. Gaf niet het resultaat dat ik verwachtte, zei. Maar ik ben in volle opbouw. Hij studeert ook nog eens voor burgerlijk ingenieur. En de examens kwamen daartussen. Dus het is de aandacht wel een beetje verdelen. Als die vlag naar beneden is, dan zijn ze echt vertrokken in de hoop zo snel mogelijk terug in Kuurne te zijn. En dat lijkt ons een ideaal moment om een interview aan te kondigen terwijl ze hier met een grote kan koffie komen. Ze zijn er al.
Jasper Philipsen, de conditie is goed, alleen moeten de omstandigheden wat beter meezitten. José die gaat de lattenstoors naar beneden laten, de rolluiken. Ja, zon zit een klein beetje in mijn gezicht. In je ogen. Die is op dat scherm is dat niet altijd even duidelijk. Dit zijn de beelden van de koers, de live beelden. Dus zitten we live in Kuurne-Brussel-Kuurne. 98 kilometer staat daar nog linksboven. U hoeft bijna niks te missen van deze koers. Daar een tweede file in de tegenrichting. Dus toch maar even opletten. Maar ze staan gelukkig voorbij de bocht waar ze links moeten. 3,57. Gestaag wordt er van die achterstand afgeknibbeld in dat peloton. Ja, we zijn op weg richting Franles-en-Vin, Pédécoline. Prachtig mooie regio om te fietsen. En kijk eens hier. We gaan het op de kant zetten. Ze hebben gewacht tot we live waren en we gaan het eens op de kant zetten, denken ze. Niet gestart Luke Durbridge, dat zag je daaronder in beeld. Hij is ziek. Sagan die zit daar op de tweede rij te kijken met zijn kopje naar links. Welles die heeft zich ertussen gemengd en ze wisten het, hè, dat dit ging gebeuren. Akkerman zit daar ook weer en dan een paar mannen van Ineos. Ja, die laten ze voorlopig niet meedraaien. Hè. Het is niet zo dat ze de man of vier dat ze het werk opknappen. Het is niet zo dat ze halve baan of volledige baan nemen. Dat niet. Maar... Jacobs normaal gezien zou je vandaag moeten zeggen, een verwittigd man is er twee waard. En daar vallen de scheurtjes. Een eerste op een plek of 15 achteraan in het peloton. Malucelli hier, Matteo Malucelli. We gaan ook David Dekker door beeld zien schuiven. Ja, nogthans een snelle man. Zoon van Erik Dekker. En het er op het podium nog over gehad. Hè. Dit zijn de plekken waar het al kan gebeuren. Blijf maar attent voorin. Maar je kan niet met z'n allen voorin zitten. Ja. En dit kan natuurlijk heel de boel al gaan verstoren. Hè. Dit kan de boel al uit elkaar gooien. Daar ligt er eentje bij. Van Groupama FDG is het. Ja, ik denk Alpecin. Is het Alpecin? Ja. Ja, het is Alpecin. Ja, absoluut. De Koning Alpecin. De Koning. En daar nog twee van Alpecin. Het zijn er vier en ze moeten wachten. Daar moet Philipsen dan bij liggen. Ja. Dit is Philipsen. Ja, dan houdt het op. Dit is Jasper Philipsen. Dan houdt het op. En dan sta je daar met een kwartet. Hopen dat die fiets opnieuw in orde komt. Er kwam er hier nog eentje door. Oh, eens kijken. Je kan ook niet allemaal wachten. Want voor je het weet is de koers voor allemaal gedaan. Ja, Dillier. Sylvain Dillier. Dit is niet... als de koers vertrokken is hier op dat moment. En ze rijden richting Bergzonen een beetje... De eerste bergzones komen eraan, dus dat wordt een probleem. Brent van Moer. Heel van de belangrijke mannen die er van tussen is. Hier Akkerman. Cocquard er heel goed tussenin. Tratnik, die in de beginfase ontsnapt is aan een valpartij. Philipsen die spreekt. He, je mag niet te lang talmen. Als het nog enigszins kan, moet je nu tussen die auto's belanden. Ik denk dat...
door morale stuk in de benen geslagen is. Zou best kunnen natuurlijk. Hij voelt natuurlijk de pijn. Die mannen rijden weg. Hij heeft niet veel zin om mee te rijden blijkbaar. Maar gaat toch moeten. Kan nog terugkomen. Het ligt een beetje stil. Maar wat is stil liggen? En hoe ver zitten die mannen dan achter? Dit is het peloton in 3 stukken. Maar daar zit Philipsen uiteraard nog niet bij. Die gaat opnieuw tussen die auto's moeten belanden. Maar de poging tot putsch was van relatief korte duur op dit moment. Ja, het moet ook een beetje... Het lukt niet altijd, hè. Het lukt niet altijd. En we hebben gisteren gezegd in de nabeschouwing... Men gaat natuurlijk met iets meer attentie wakker zijn. Het was ook niet de voltallige ploeg van Jumbo-Visma die daar zat mee te draaien. Sagan, zien we daar goed voorin zitten. Seneschal. En is dit de val in het vergrootglas? Nou, het is Philipsen zelf die valt. Ja, maar waar? Ja, pas op. Hè. Het is, zou het ergens te min op die weg zijn? Hè? In de voeg. De bitumineuze voegvulling, zou Renaat zeggen. Of, ja. Zou Renaat zeggen. Ja, als je daar met je voorwiel tussen gaat, is het van orde. Ik zie er toch eigenlijk weinig problemen. Hè. Maar ja, ze lagen er. Het is dat telt. Lotto. Destiny wil de inspanning van Jumbo-Visma graag doortrekken. Ja, de Lee heeft er alle belang bij om snelle mannen achter te laten. Ja, natuurlijk. Hè. Er is niks verkeerd aan. Hè. Ieder koers zijn koers. En het is niet dat ze beginnen koersen zijn na de val. Hè. Ze waren aan het koersen. Ze waren aan het koersen. Ja. En dan nog. Er wordt zo soms een beetje als fair play beschouwd. Maar koersen, ik ga niet zeggen, koersen is oorlog. Helemaal niet, want dat is een ander verhaal. Maar er mag eigenlijk ten allen tijde gestreden worden. Hè. AG Dessert Citroën zat daar ook met een groepje te achtervolgen. Met een man of 4-5. En hier... Gibson. Matthew Gibson. Gibson. Die komt uit die vroege vlucht. Hè. Die wordt dus achtergelaten. Maarten, op de motor vandaag. Niet Bert de Bakker, maar Maarten van Gramberen. Zeg maar, Maarten. Ja, we rijden hier achter. Gibson is hier net gelost op dat drieluik van Le Pays des Collins. Op die eerste klim, die Hameau des Papins. En dan volgen ze elkaar snel op. Hè. Le Bourliquet komt er ook nog aan. En de Mont Saint-Laurent heeft natuurlijk die Gibson een geweldige inspanning moeten leveren om in die kopgroep komen aan te sluiten. Want eerst waren ze met 4 weg onder aanvoering van Taco van der Hoorn. Dan zijn ze daar naartoe gereden met Guillaume van Kersbulk en met Gibson, de man die nu hier wordt achtergelaten. Het is fris op de motor, dat kan ik ook nog meegeven. 7 graden, maar het voelt als min 7 graden. Ik heb 5 laagjes aangetrokken. Ik had er misschien nog 2 extra bij gedaan, want die koffie die ze daar serveren bij jullie, Karel, die is hier ook meer dan welkom. En je ziet dat ook aan de renners. De helft van de mannen in de kopgroep heeft een korte broek aangetrokken. De andere helft heeft een lange broek aan. En die Gibson, ik kijk nog heel even om. Hij is al uit beeld. Ik kan niet zien wat hij heeft aangetrokken. Er is nog een oplossing om het wat warmer te hebben, Maarten. Een beetje meer eten. Ja, dat is waar. Maar ik heb al mijn sandwiches, dat zijn er 3. Ik heb ze al alle 3 naar binnen gewerkt, Karel. Oké. Het gevecht voor de voorste gelederen, dat volop bezig is. Prachtige streek trouwens om te fietsen, hè, dat Pays des Collines. Supermooie streek en rustig. Daar kan je nog echt met een groepje wielervrienden op een rustige manier, in principe zonder gestoord te worden, een toertje doen. Voldoende hoogtemeters. Van Baarle en Laporte, die de inspanningen van gisteren aan het uitzweten zijn. Ja, met Garcia Cortina, de man op links van Movistar. Seneschal, de Franse kampioen, gisteren in een deel pech had. Renners die terugkomen. Hier zit Philipsen. Hier is de groep Philipsen. Ja. Nog altijd tussen de auto's, nog altijd het kalf niet verdronken. Maar het is inderdaad, zoals jij het zou zeggen, een kras op de carrosserie. Ja, een kras op de carrosserie en een mentaal tikje. En een klein hoestje. Kan gebeuren.
warme koffie. Ja, maar je moet raag raken. Hij staat achter ons, maar we kunnen er niet aan. In een grote thermos, hè? Ja. Ja, en ik heb mijn kop ook al buiten gezet, dus het zal aan de thermos te drinken zijn. Dat wordt een probleem. Hier, bij de vluchters. De overgebleven vluchters met Taco van der Hoorn, Daniel Os, Luis Guillermo Masbonet, Gilles de Wilde en Guillaume van Kersbolk. Gilles de Wilde, voor de tweede dag op rij in de vlucht. Gisteren samen met zijn ploegmaat Alex Kolman. Vandaag de enige man van Team Flanders-Balwaze. Os, die het probeerde ook een beetje te regelen. Os en Van der Hoorn natuurlijk de ervaren mannen in deze vlucht. Ja, misschien wel de mannen met de grootste motor. Alhoewel Masbonet, en zonder afbreuk te doen van die andere jongens die erbij zijn, nee, natuurlijk. Maar laat ons zeggen, de mannen met de meeste ervaring. Masbonet heeft ook wel wat ervaring, maar natuurlijk Van der Hoorn en Os hebben meer ervaring in de vlucht. In dit werk. In dit werk. Ja. Daniel Os, vice wereldkampioen gravel. Ja, ja. Zichzelf een klein beetje overschat. Liep daar op een ferme counter van Gianni Vermeers. De betere piloot, de betere veldrijder, de betere gravel specialist. Dat maakt het verschil inderdaad op een technische strook op een kilometer of 20 van de streep. Maar ja, nu was het wel zo dat, ik heb die wedstrijd gezien, dat Gianni het bord van Os wel een klein beetje heeft. Maar ik bedoel, Os was de gretigste, zo echt, ja, zo een beetje dom, gepusht, maar het zou niet geteld hebben. Nee, Vermeer zei achteraf, ik voelde wel op die technische stukken dat ik altijd wat beter was. En ik heb een paar keer roet in het eten gegooid, of toch zand in de ogen vooral gestrooid, door mij op zo'n technische strook ook een fiets of twee te laten uitzakken, om hem de indruk te geven dat hij beter was. En hij ging, en Italiaan zijnde, voorop in de koers, aangemoedigd, gretig. Ja, maar wel straf wat Vermeers daags voor de koers zei tegen Mathieu van der Poel. Morgen volg ik maar één man, Daniel Os. Dus daags voor de koers heeft hij gezegd, als Os gaat, ga ik mee. En dat bleek de goede koers. Een visioen gehad of iets, ja, ergens. Ja, dat is wel fenomenaal, ja. Os koerste in eigen regio en hij weet natuurlijk dat het weer is en dat hij er iets van wil maken en dat hij... Maar goed, zo wordt je wereldkampioen. We gaan bergop rijden. De allereerste wereldkampioen gravel ooit. Ja. We gaan bergop rijden en dan formeert zich de zwart-gele trein. Zeven stuks, alle zeven... Lamo de Papin, 1200 meter, lengte 6,6% gemiddeld, maximaal 15%. Stukje. Het is niet Le Marteau de Papin. De hamer van Papin, die zagen ze vroeger op Jan Breidel. In het Olympiastadion was het toen nog. Jean-Pierre Papin, GPP. Amai. Zouden blij zijn mochten ze nu zo eentje lopen hebben, denk ik. Denk het ook. Wat zou hij nog te betalen zijn? Nu misschien opnieuw. Nu wel, ja. Alhoewel. Alhoewel, inderdaad, alhoewel. Jan Tratnik zit er nog tussen. Is ontsnapt aan een valpartij in de beginfase. Valpartij waarbij drie renners betrokken waren. Na 8 kilometer al. Filippo Baroncini, die... En nu moeten die mannen van... Dat is Lampaard die er alleen naartoe wil rijden. Die moeten nog terugkomen, hè? Ja, ja, ja. Philipsen en Co. Ja, 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 ja. Yves Lampaard kan zich toch niet laten verrassen hebben. Daar is nog een groep. Ja, dat peloton lag in drie stukken en die zijn nog niet helemaal terug natuurlijk. Ik dacht dat ze er helemaal achteraan zat. Marie, dit is echt al strak tempo, hè? En je ziet hoe stijl het is, hè? Ja, ja, dit is strak tempo. Het gaat hier naar 15%, kan het gaan. Er zijn strookjes bij. Kokar, hele goede indruk daar op rechts. Dartelend, dansend. We zijn nog niet in Kuurne. Tisch. En ze kijken constant achterom, hè. Zijn we er allemaal? Er zit er eentje wat verder in Perstrand Hagenes.
die zijn rol voortreffelijk vervult. Maximum voorsprong van de vluchters is 7 minuten en 8 seconden geweest. Maar ik was bezig over die valpartij na 8 kilometer. Filippo Baroncini is daar blijven liggen, is afgevoerd naar het ziekenhuis in Waregem. Ook Guy Sagiv, de Israëlier van het Israël-team, lag erbij. En Matteo Malucelli van Bingol. Zij konden verder en Tratnik ontsnapte maar net. In handen neemt. Thies Benoot die gaf het ook al aan. Hè, van, wij hebben er geen baat bij om met Jacobsen op de lien naar de streep te gaan. Daar willen wij niet, daar willen wij niet naartoe. Dus. Misschien moeten we eens luisteren naar Thies Benoot. Die is geïnterviewd door Ruben voor de start van morgen. En misschien kunnen we dat interview laten klaarzetten en eens luisteren naar Thies Benoot. Ik zal wel een seintje krijgen vanuit Brussel als dat kan. En dat komt er nu al. Daar zijn ze bij de pinken. Thies. Thies Benoot, het zal jou niet verbazen dat ongeveer elke ploeg hier naar jullie kijkt vandaag om de wedstrijd hard te maken. Ja, nee, dat klopt. Dat was gisteren al het geval, denk ik. Dus ik denk niet dat dat gevoel veranderd is na gisteren. We zijn ons daar van bewust. Dat was deze winter al. Het zal zelfs zonder het woord dus het geval zijn. Jullie hebben gisteren uitgepakt met een soort verrassingsscenario op de Lange Munten. Kan dat hier opnieuw uitgevonden worden, een verrassingsscenario? Ja, blijven verrassen gaat niet lukken. Hè. Dus nee, ja. Ik denk wel dat het geheim is dat wij niet willen sprinten tegen Jacobsen en De Lee. Dus we gaan wel een paar zaken moeten proberen. En hopelijk zijn we dan sterk genoeg om dat in de heuvel zo lastig genoeg te maken. Is dat met vooruitgeschoven mannen of is iedereen kopman bij wijze van spreken? Ja, niet iedereen, maar we hebben wel meerdere opties. Hè. Zoals gisteren. Denk ik, als Jan en Nathan geen platte band hebben in de finale, rijden we met 4 man in de eerste 20 of zo. Dus we hebben meerdere opties om het af te maken. En dat moet ons sterkste zijn vandaag. Vind je genoeg om gebruik te maken van waaiers? Ja, denk het wel. Ja. Dat is dus een plan dat ergens ook op tafel heeft gelegen. Nee, pure logica. Gisteren was er minder wind en het is ook gescheurd. Dus, Veel succes, man. Ja, dank u. Fabio Jacobsen zit nog netjes in die eerste groep. Waar het tempo nu nog wel wordt opgetrokken door Perstrand Hagenis. Daar met het rug nummer 11. Dylan van Baarle. Die deelnemerslijst die is gekomen gisteren om 16:39. Toen waren ze al binnen natuurlijk in de omloop het Nieuwsblad en toen hebben ze Van Baarle onmiddellijk terug nummer 11 gegeven. Ja, was dat... Kon zijn dat het vooraf al zo was, maar normaal zetten ze alfabetisch. Ja, niet altijd. Sommige ploegen doen het, sommige ploegen doen het niet. Als ze bij Van Baarle begonnen zijn, zijn ze Van vergeten en de B begon. Ja. Baarle. Voilà, gisteren stonden ze alfabetisch in elk geval. Toen had je Van Dijken als voorlaatste, Van Hooijdonk als
als laatste in het rijtje. Het is net of ze zo'n beetje door elkaar gegooid hebben, want Affini staat als derde van de groep. Dus. Ja, ik denk gisteren Affini zelfs ook niet als eerste. Het was Benoot of... Ja, Benoot. Ja, Benoot stond als nummer 11. BA. Burgerlijke aansprakelijkheid. Ik dacht toch niets anders. BA? Mr. T. Sagan, die precies de indruk heeft van wel te willen. Ja, kijk ze, Sagan. Beetje trappen, beetje stoppen, beetje trappen, beetje stoppen. Toch nervositeit in dat peloton. Halve baan, andere kant een klein beetje gaan rijden. Iets meer in de wind. En een hele goede, rustige Coccar die heel goed meestuurt. Pascalon, gisteren ook al goed. Van Moer noemt men nog een paar ploegmakers. En met het flapperende jasje, Arnaud Dely. Daar, rechts. Laat zich niet verrassen. Nee, nee, nee. En heeft natuurlijk toch al voldoende aanzien. Ook al is hij nog maar 20 jaar. Krijgt net dat tikkeltje meer ruimte. En als hij dat niet krijgt, dan zal hij er wel voor zorgen. Opletten, daar geraken er een paar in de zijkant. En een val. Ja, het was te denken. Er ligt er een stuk of 4 tegen de grond. Je zag het zo aankomen. Ja, ja. Met Vacek hier. Matthias Vacek van Trek Segafredo. Jonge kerel. Die heeft zich pijn gedaan. Wat, wat, wat. Teleurgesteld. Eens kijken. Hier gaan we het nog eens zien. Kijk, daar achteraan. Geraakt hij in de graskant. Wordt nog getikt. Ah. En dan ontstaat er een domino-effectje aan de andere kant. Hier gaan we het nog eens zien. Jacobsen daar net voor. Ontsnapt er net aan. Blijft er en ik denk dat dit weer een schuld is. De wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Bam, en er slaagt er nog eentje bij. Oh, ja. Seuren. En weer een skilt. De man op rechts, die was daar voorbij. Die was daar voorbij en die wordt daar getackled door een fiets. Maarten van Gramberen. Oh. Maarten? Ja, weer een skilt. Die ligt daar nog altijd in de graskant links van de weg. De tweede groep is er al voorbij gereden. Handen en knieën ligt hij in zijn rechterflank helemaal open. Weer een skilt die nogthans goed aan het seizoen was begonnen. Kon ook al een etappe winnen, maar dit is einde verhaal. Kan je een klein beetje voorstellen? Je kijkt naar de koers en je ziet je zoon daar tegen de grond gaan. Hè? Dan... Oh. Ja, je gaat van het ene gevoel in het andere. Hè. Je bent super blij dat hij mee is in die groep. Ja. Hij heeft de slag niet gemist. En in een fractie van een seconde zijn alle kansen weer weg. Weer een skilled goede coureur. Hè. Wereldkampioen tijdrijden met belofte, zoals ik zei, voor Alex Segaard vorig jaar in Australië. Ja, dit jaar al een paar prijzen. Ik zie nog niet direct in of hij dit jaar al gewonnen heeft, maar dat is al zeker tweede geweest ergens, dacht ik. Nee, hij heeft al gewonnen, denk ik. Weer een skilled. Die ik in stad op zoek. Fran Lesavin. Volgens mij staat daar een N te veel. Kan dat? Nee, Fran. Nee. In Anvin is het. Avin. Anvin, toch? Kuurnehalen. Het zal niet voor vandaag zijn. Voor deze mannen. Kuurnehalen wel misschien, maar toch niet met voorsprong. Boerlikke. €1300. 6,8. 15,3. Maximaal. De bordjesman komt... 1 minuut aangeven, ja. Terwijl daar een halve minuut staat. Dat was 2 minuten geleden opgenomen, denk ik. Ja, dat kan. Hè. Tegen dat dan opgeschreven is en dan laten afzakken. En die tijdsopnames, die Ardoisier, is trouwens Alain Remu in Kunebusselkunen. Ja. Een man van dezelfde beste personen. Hè. Voilà. Och,
Dat is niet met drieën wegrijden. Maar jongens toch. Het kan niet op. Met Ratnik erbij. Kijk. Het kan niet op. Die rijdt er naartoe. Wie voelt er zich geroepen om daar naartoe te rijden? Op de Bourliquet is dat, hè? Op Le Bourliquet. Het is Mohoric die er naartoe rijdt. Met, wel eens. Het zijn dezelfde van gisteren. Ja, het zijn dezelfde. De omloop ligt niet. En kijk daarachter. In één ruk na die vluchters. En Taco van der Hoorn die denkt, ik heb zitten rekenen en ze gingen ons pakken in de lokale ronde. Het is toch 83 kilometer. Dan gaan Belde er ook nog naartoe. Of hij er gaat geraken is nog een andere vraag. Welles en Mohoric wel. Het is Bonnot en Tratnik, denk ik, die doorrijden. Ja. Sagan komt. Ja, maar ja. Het zou straf zijn, mocht Sagan er naartoe rijden. Ja. Bonnot, Tratnik. Weer een skilled won dit jaar, rit in de Saoedi Tour. Voor Jonathan Milan en Kees Bol. Hallo. Os. Benoot. Die gaat Sagan tegenkomen. Hier Kwiatkowski eruit gereden. Los eruit. We zijn een goede 120 kilometer ver, of nog niet. Ratnik gaat nog eens even plat liggen. Le Bourliquet helling met een maximum stijgingspercentage van 15%, die steile stuk. Dit zijn van die onontgonnen terreinen, hellingen die de meeste renners wel eens sinds vorig jaar, hebben, maar... sinds vorig jaar. Wel, weet je wanneer is die opgericht?
En die Mont, ik ga citeren, hè, die Mont Saint-Laurent is kaka. Die kasseien zijn er echt in gesmeten, 10 keer slechter dan de muur. Met z'n drieën. Ik bedoel dan met z'n drieën. Dat is het. Ze rijden met meer dan 7. Spionkop. Extra man. Le Bourliquet vorig jaar ook in Kuurne-Brussel-Kuurne. En ook in de Franco-Belge. Ja. Red toen gewonnen door Alexander Christophe voor Dries van Gestel en Victor Kampenaerts. Ineos probeert daar een triootje te vormen in de achtervolging. En Ballerini die probeert Jacobsen terug in een kansrijke positie te brengen. Ginds rijden ze, maar rijd er maar eens naartoe. Ja, rijd er maar eens naartoe. Van Baarle zit daar nog bij. Op links zien we daar Laporte nog zitten. Dus 3 man vooraan en 2 man die daar in steun zitten. Of in steun en ja... Hebben we al een volledige samenstelling van deze groep? Ja, een gedeelte van die mannen die daar nog vooraan zaten met Coleman erbij. Os. Os en Sagan in elk geval een duo. Taco van der Oorden er nog bij. Het is de wilde, hè? Niet Coleman. Ah, ja. Die man zat Coleman. Gisteren in de vlucht. Ja. Taco van der Hoorn, Coleman en Os. Ik zeg het nu zelf. De wilde en Os, de overlevers van de vroege vlucht. Sagan is erbij gekomen bij Os. We hebben dan de 3 mannen van Jumbo-Visma. Mas Bonnet zit er ook nog bij. Guillermo Luis Mas Bonnet. Het gat wordt niet kleiner. En deze groep is ook niet zo talrijk meer. Dus het zal alles of niks worden voor sommige ploegen hier, voor sommige... Ja, en ook weer een andere manier van denken nu in één keer. Hè? Bij Lotto Destiny geen Deli. Oei, wat moeten we nu? En er zit hier wel nog Fabio Jacobsen. Die zei van zichzelf van de morgen bij Ruud van Gucht. Ik voel mij goed. Ik durf het aan. Was een klein beetje van verwonderd, maar nu. Wel eens met een versnelling. Die denkt, ik ga proberen een deel van die jumbo's te isoleren of er toch eentje overboord te gooien en dat is aan het lukken. Ja, dat is Stratnik, hè. Die heeft heel veel gegeven. Wel eens op de Mont Saint-Laurent. Nog, de wilde volgt wel nog. En Sagan, die plafonneert ook. Die staat stil, parkeren. Ja, Mohoric nog mee. Mm-hmm. 10 cent in de parkeermeter. Taco van der Oren nog mee. Het is Van der Hoorn, ja. Het is niet de wilde. Ik dacht even de wilde, maar het is Van der Hoorn. Het is... Taco die natuurlijk met zijn ervaring reserve gehouden heeft, wetende van ze komen. Komen doen ze toch. Maar we zien nu wel een hele goede welis. Maar effectief, kijk naar die kasseien. Ja. Slecht die ja. Het is dansen van kassei naar kassei, te springen. En vooral ook hopen dat je niet lek rijdt. En hier. Van links naar rechts. Staat nog altijd 78 kilometer. Mm-hmm. Mohoric die gaat overnemen. Wel eens is een beetje weggereden. Mohoric wil er naartoe. En de mannen van Jumbo-Visma nu plots in het verweer. Maar goed, rij je met 2 weg? Ja, rij met 2 weg. Met daarboven op 78 kilometer. Ja. Maar ze testen elkaar, ze plagen elkaar. En dan komt Tisch of is het Van Baarle daar toch heel vlotjes naartoe.
met een kleine versnelling, een tussenversnelling. Het is Tisch. En Taco van der Hoorn hangt eraan. Hier Bonifacio met een probleempje. Ketting die blokkeert. Welles, Mohoric, Benoot, Van der Hoorn. Goeie Welles, mooie kopgroep. Vier man, vier sterke kerels, alle vier doorrijden. Maar gaan die mannen van Jumbo-Visma dat toelaten met Gilles Benoot? Welles zei gisteren, dacht altijd top 5. Maar op 200 meter van de streep veranderde alles. En ze zijn hier al aan het spreken. De tweede man daar zat er al naar Benoot consignes te geven van ik ben op komst. Groot gat wel, hè? Ja, groot gat. Grote vraag is natuurlijk, laten ze die man van Jumbo erbij komen? Maar vraag is dan ook, wat doe je hier, hè? Hier krijgen we een nieuwe koers straks, hè. Is dit Van Moer? Ja, ik denk dat het Van Moer is, maar... Ik zou niet zelf beginnen rijden nu, dat brengt niet op, hè. En De Lee is niet mee, toch? Nee. Dat moet vanuit die volgwagen gezegd worden. Dat is voor niks nodig. Er zit wel is nog... hem er toch? Ja, er zit nog veel volk van Lotto Destinies, hè. Of is hem ik toch denk mee? 4-5 man in deze... Dat moet hem bijna mee zijn, hè, want anders gaan ze toch onmiddellijk deze Brent Van Moer terugfluiten. Het is Van Ooijdonk die daar tussenin hangt. Maar alleen is alleen, hè. Ze moeten steun krijgen. Van Ooijdonk zou dat zijn. 12 seconden wordt gemeld. Ja, het is... eens kijken. Het is de lange, hè. Ja, het is de lange. Ja, ik denk het wel. Van Van Ooijdonk. Rug nummer 16. Al hebben ze hem op de fiets gepositioneerd, zodat hij er niet meer zo lang uitziet. Zit mooi op de fiets. Ja, samen gebundeld. Van Ooijdonk. Nu eens kijken of... Die Benoot gaat ondersteunen in die voorste kopgroep. In die kopgroep. En hier... Trad Nick dan alweer als controleur. Ineos is komen meewerken met Lotto Destiny. Eens kijken of we De Lee zien. Ja, hij zit erbij. Jongens, hij zit erbij. Wat een beest. Je denkt die plooit, die kantelt. Maar hij herstelt dan nog eens. Ja. Stond daar nu recht op de pedalen, links. Met het verband aan de knie. Makkelijk te herkennen. Van Ooijdonk ondertussen teruggekomen. Gaan ze nu doorrijden. Ja, met z'n tweeën. Tikje op de poep. En naar Maarten op de motor. Ja, Jacobsen ook relatief makkelijk die Mont Saint-Laurent overleeft. En nu zijn er een paar mannen achteraan die terugkomen van Alpecin. De Koenig onder meer, dat is Axel Laurens. Toptalent, mannetje van 21, komt nu achteraan aansluiten. En ook nog de Milan, Jonathan Milan, de man van Bahrein. Snelle man ook voor hem. Ging het net iets te snel in die Mont Saint-Laurent. Maar ze zijn er allemaal terug bij. Volgden is de Kruisberg en de top ligt daarvan op 68 van het eind. Dus dat is nog een goede 6-7 kilometer te gaan. Volgden is de Kruisberg en de top ligt daarvan op 68 van het eind. Dus dat is nog een goede 6-7 kilometer te gaan. Destiny pakt de koers in handen achter de kopgroep. Ik zou in de eerste plaats een beetje steun vragen. We hebben het hier in het verleden al vaak gezien. Een ploeg die rijdt, anderen die zitten te wachten.
wachten tot die ploeg is uitgereden. Dan beginnen die andere terreinen. En vorig jaar kwamen ze ook niet terug uiteindelijk. Nee, dus het is waar, maar... beetje steun vragen. Er staat nog 75 kilometer, dus er is nog ruimte. Van Hooijdonk onmiddellijk naar de kop en tempo maken. Zijn taak, kent zijn plek. Bereiden zij iets voor anderen, voor Laporte bijvoorbeeld? Of willen ze hem vooral in een zetel zetten en denken ze van het kan met ons ook? Het gevaar zit er natuurlijk in dat die drie anderen nu een klein beetje gaan op reserve rijden. Hè? Maar dan blijven ze ook niet weg. Ja, ik weet het. Maar als je mee doorrijdt... Hè? Dat is waar. Als je wil winnen... Je kan ook te goed zijn. Hè? Als je wil winnen, moet je toch zorgen dat je een klein beetje... Hè? Een afschrik-effect zorgt, dat is waar wat je zegt. Richard Plugge zei gisteren, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. En dan had hij het niet over de omloop het Nieuwsblad, maar over alles wat ervoor is gekomen, blijkbaar. Dat is altijd wel een beetje gevaarlijk. Ik zou daar mee oppassen. Dat wil niet zeggen dat je daarom zegt, de pannenkoeken zijn voor de pannenkoeken. Nee, tuurlijk. Nee, ik weet het. Maar... Het was vooral ook ludiek bedoeld natuurlijk en... Het is zo'n uitdrukking die uit Frankrijk komt. Le premier crêpe sont pour les enfants. Maar je moet oppassen. Van gehoord hebben. Ja, maar je moet oppassen als je, als je daar op die hoogte staat, dat niet alles wordt bekeken of beluisterd of gehoord als zijnde... Mm-hmm. Maar ja. Dat je met een meewarige blik naar de concurrentie kijkt. Zo erg was het nu ook weer niet. Nee. Het is goed. Maar vanuit de volgwagen, ga een beetje steun halen, jongens. Ga een beetje steun halen. Ook mannen van Patrick Lefebvre kunnen best een handje toesteken. Of willen ze nog niet? Wachten ze nog tot ze iets dichter bij Kuurne zijn? Je hebt natuurlijk nog mensen nodig die straks een eventuele spurt, ook al is het met een kleine groep, moeten voorbereiden. Als je één man nu allemaal overleggen. Je moet dat niet alleen doen als ploeg. Maar welke ploegen hebben er belang bij? Zoals je zegt, hier Soudal Quickstep. Lotto Destiny, sowieso. En van die andere ploegen... Ja, misschien kijken naar iemand van Trek of de een of de ander. Of die daar nog bij zit, mannen van Trek. Ja, Uno X. Ja. Die zaten daar nog met een stuk. Gewoon kijken, rondom kijken. Wie heeft hier nog iemand bij? Wie kunnen we nog mee gebruiken? Wie heeft er niet de snelste benen? Ja, wel eens, je moet natuurlijk naar niemand kijken. Hè. Denk niet dat hij iemand in zijn ploeg heeft waarvan hij denkt, die moet hier de koers gaan winnen. Ja, Akkerman. Nee, dat is een andere ploeg. Alhoewel, nee. Toch niet. Akkerman kan winnen. Ja. Dan zou het maar dan moet hij nog mee zijn natuurlijk. Dat is nog maar de vraag. Denk het niet. Gisteren ook al niet echt goed, Akkerman. Wel eens wel. Het is natuurlijk comfortabel als je in zo'n groep zit en als iedereen zijn deel van het werk doet. Als daar geen sleper tussen zit. Ja, en dat hoorde ik nu wel vanmorgen van de mannen die gisteren in de kopgroep zaten. Dat Mathis Lebert eigenlijk wel de sleper was onderweg. Nu, het was wel een slimme sleper en een sterke sleper. En ik vind ook als je 21 jaar bent, dat je al eens wat meer mag slepen dan een ander. Je moet de koers leren, hè. Je moet de koers leren. Ik vind dat geen slechte eigenschap. Slepen als je moet slepen en zererien als je moet zererien. Klein beetje kijken toch wel, klein beetje kijken. Oei, ja. Ik moet hier wel opletten waar ik mijn voeten zet, want die eieren van jou liggen hieronder, José. Nee, van de kippen bedoeld. Ja, inderdaad. De ene wat groter dan de andere. Ja, dat heb je nu. Verschillende soorten kippen? Ja, absoluut. Het verschil wordt niet kleiner. Dat is de vaststelling. En dit zijn de straten die we stilaan herkennen. We gaan dus richting Kruisberg. Grondgebied Ronsen. Ja, er zitten al wat afstoppers hier. Hè. Kijk, Milan zit hier al als afstopper. De vice-wereldkampioen in de individuele achtervolging. Dat wil wat zeggen, ze. Als je dat kan, hè. Man of die individueel achtervolger, wereldkampioen of Olympisch kampioen geweest zijn, die hebben nooit de Tour gewonnen. Hè?
Ja. En kan niet alleen een stukje hard rijden, is ook nog eens snel. Seneschal gisteren pech. Hij wil wel wat recht zetten. Trapt Nicolas Laporte. Zie je dat? Er zit er nog een deel man van trek met Stuyven. Er zit er nog een deel voor... Uno X ook. Ja, er zitten er nog een paar voor Jacobsen. Dus ik zou het niet alleen doen. Ik zie twee Uno X'en. Zie jij ook de Noorse kampioen Rasmus Stiller? Die zie ik niet onmiddellijk, tenzij ik erover kijk. Die moet misschien nog komen. Nee. Maar wel Alexander Christophe, daar. Nee, het is niet Christophe, maar ik dacht links Christophe te zien. En met het nummer 214 is Scarset. Scarset en Bendixen, Louis Bendixen, de Deen. Dat zijn niet te verwachten mannen. Christophe Tiller Halvorsen. Nee. Ja, weer een schuld. Die zat er ook bij, maar die is weggevallen. Nu draaien we rechts richting Kruisberg. We gaan de kasseitjes dus doen. We gaan de kasseien doen, inderdaad. We gaan de kasseien doen. En dan helemaal bovenkomend, nog een eind weg, dan aan de stop ligt links richting Hotond. Uitloper op de kasseien. Hoor je dat ook? Ik hoor precies iemand roepen. Kom op, is Sepp. Oh. Maar Sepp zit er nog niet. Sepp moet nog even wachten. Hier de achtervolgende groep die rechtsop draait. Verschil groeit. 45 seconden, drie kwart minuut. Dit is Arjen Lievijns. Ja, het is toch al iemand van FDJ, Groupama, Trek. Dit is al een betere situatie om de boel onder controle te houden. Vijftig seconden. En telkens we twee zinnen hebben uitgesproken, komen er een seconde of drie, vier, vijf bij. Dus, misschien moet je iets organiseren daarachter. Met een kleinere groep, want ja, het wordt anders niet evident hoor. Kans is groot dat er dan weer een paar jumbo's bij zijn. Ook al. Laporte zit daar nog. Van Baarle zit daar nog. Tratnik zit daar nog. Enkel de grote koersen uitkiezen en voor de rest je gaan parkeren op een berg. Dat is het nieuwe recept. En ja, het werkt. Het werkt. Je moet nog altijd een motor hebben natuurlijk. Je moet de mogelijkheden daarvoor hebben, financieel. Je moet het willen. Je moet het mentaal aankunnen. Maar gelijk waar ze dan van die berg afdalen, scoren ze. En voor mensen die straks nog uitgesteld naar de O Gran Camino willen kijken, misschien even de oren sluiten. 3, 2, 1. Vingegaard. Er zijn vier ritten geweest. De eerste rit die is op 15 kilometer van de streep afgelast omwille van de sneeuwval. Rit 2, 3 en 4. Alle drie gewonnen door Jonas Vingegaard. Vandaag een tijdrit van 18 kilometer. Voor Rowan Dennis en Will Barta. Rowan Dennis op 35 seconden. Zegt wel iets, hè, over 18 kilometer. Pogacar is met een bang binnengekomen. Vingegaard ook. Ja, het is ja, absoluut. Ja. Van Pogacar zei men, het is misschien te vroeg, het is misschien te veel, het hoeft allemaal niet. Maar blijkbaar is het op een of andere manier logica aan het worden. Je alludeert op Johan Bruineel, hè? Ja. Ik heb die podcast The Move beluisterd. Ik vond die mening zeer genuanceerd en eigenlijk ook wel correct. Het ging over het feit of ze bij de ploegleiding niet meer de rem op Pogacar moeten proberen te zetten. En ik dacht dan ook onmiddellijk aan Tirreno Adriatico van een paar jaar geleden, waar Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert elkaar eigenlijk de nek afreden.
Klopt. Maar ja, goed, Pogacar heeft één hele lange inspanning gedaan in die route. En dat is die... Het was in Gein nog, hè, waar hij op 42 kilometer van de streep vertrok. En voor de rest heeft hij die slotfase naar zijn hand gezet. En ja, het is ook een stukje ontembare overwinning. Ja, het zijn kopmannen. Hè. Het zijn kopmannen. En ik denk dat er weinig... tenminste, toch die mannen... Ja, die zijn moeilijk in te tomen, denk ik. Die hebben wel zoveel zelfkennis al. Ook al zijn ze dan nog enorm jong. En ze koersen zo weinig dat ze zich wel iets meer kunnen permitteren dan wanneer ze drie dagen later een andere ronde zouden starten. Het is duidelijk dat Arjen Lievijns, hoe goed hij ook is, ze niet dichter gaat brengen in zijn eentje. Nee, er moet iemand komen nog. Ja, maar het is al goed. Zolang als het maar geen twee minuten wordt, breekt de veer niet. Hier blijven ze rijden, dat is voldoende. Vooraan gaan ze toch meer en meer beginnen naar elkaar kijken, zo'n beetje. Maar nu nog niet, José. De laatste helling ligt op 50 kilometer van de streep. Je hebt elkaar echt wel heel lang nodig. Je kan ook niet wegrijden op de Trieu of op de Kluisberg. En dan zeg ik, brengt ook niet op van hieruit weg te rijden. Van hieruit weg te rijden met een paar mannen die dan toch niet meerijden. Kijk op de Hotons. Benoot met een oefening recht op de pedalen. Wellens die was nog een jasje aan het wegsteken. Maar Wellens is goed. Yes, Wellens maakt zich echt geen zorgen over geen enkele move. Nee, je weet, als ik wil, ben ik mee. Het was wel degene die daarnet de patten leidde. Hè. Het is hij die kopgroep uit elkaar heeft geranseld. Absoluut. Absoluut. Dit is misschien wel de beste Wellens die we ooit al bezig gezien hebben. Zeker in het voorjaar. Oké, hij heeft nog goede voorjaarsperiodes gekend. Maar nu toch wel echt goed. En Van der Hoorn vindt zo'n brommertraining wel leuk. Je zit echt achter de brommers. Ja, en Taco die had gewoon... Ja, die weet waar hij mee bezig is. Die weet hoe lang is die koers nog. Hoe gek moet ik doen? Mag ik doen onderweg? Niet te gek. Extra man bij Van Soudal Quickstep. Dan hebben we daar nog iemand van DSM. Groupama zit er nog met iemand klaar. Dus het zou wel kunnen dat hier een klein beetje gang in blijft. Cofidis heeft er nog een paar renners bij zitten met deze Coccar. Dit is het hoogste punt van Oost-Vlaanderen, de Hotondmolen. Daar heb je nu een heel mooi hotel in ook. Ja, klopt. Het vroegere parcours van het veldrijden, hè? Mm-hmm. Ik vond dat eigenlijk wel een mooi parcours. Prachtige locatie voor de Bourgondische sportievelingen, want het is niet alleen een hotel, het is ook een café en een brasserie. Dus ideale stop. Als je er bent, hier links lag het parcours, hè, van de cross. Klopt, helemaal. Overzicht tot en met. De grote prijs Mario de Klerk. Groen is daar het sleutelwoord. Men wekt de energie zelf op voor het restaurant. En als er geen energie is, is het koude schotel. Ja, zoals hier vanmorgen in Kuurne, Brussel-Kuurne. In Kuurne is de elektriciteit een uur lang weggevallen. In heel de gemeente. Meen je het? Ja, dat is waar. Het startprotocol, de startceremonie, kon gelukkig plaatsvinden, want daar stond een groep achter die voor de energie zorgde. Maar ze zijn hier een uur zonder energie geweest, zonder elektriciteit, zelfs de perszaal. Alle briefings moesten buiten op de parking plaatsvinden, er was gewoon geen elektriciteit. Zoals vroeger zo. Burgemeester Francis Benoit, die zei van, rustig, komt allemaal goed. De bellenman is schakelen en de zaak komt in orde. Isse, de winnaar van gisteren. En ja. die staan zo scherp allemaal, die mannen. Maar zo scherp. Niet dat ik jaloers ben, nee. We gaan die app toch ook eens moeten installeren, zeg. Ja, ik zie hem al lopen s'morgens met mijn gsm. En dat doe ik wel s'morgens met mijn gsm rondlopen, maar niet met een food app. Nee. Om te kijken wat ik mag eten. We hadden vanmiddag de keuze tussen frieten van het beste frietkot van Kuurne en omgeving of koude schotel. De frieten moeten nog komen, dus was het... We hebben de koude schotel gekozen. Een minuut en negen staat daar al, José. Jij sprak over de grens van die twee minuten en de veer die breekt. Ik wacht. Over anderhalf uur of minder zijn ze binnen, hè, want het is bijna volledig wind in de rug. Alhoewel, je hebt een lokaal circuit, dan moet je ook wind tegen hebben. Maar toch, hier gaan ze nog hopen. En vooral zo'n Jacobsen hoopt en een Delis hoopt. Er gaan straks nog ploegen echt een alles-of-niets poging doen om dichterbij te komen. Hè? Ballerini.
Ze hebben daar nog Ballerini, ze hebben Seneschal, ze hebben daar nog Jacobsen. Ik weet niet of ze daar nog een vierde man hebben. Nee, Bahrein heeft wel nog veel volk ook. Maar ze hebben natuurlijk Mohoric vooraan. Ze hebben een man vooraan, hè. Pat Wright zit hier, Pasqualon zit hier onder meer. Jonathan Milan zit hier. Dus nog wel meerdere ijzers in het vuur mochten tot een samensmelting komen, Maarten. We hebben ons nog maar eens laten uitzakken naar die tweede groep. Want die proberen ook nog naar voren te rijden. Maar boven op de hotond is het verschil tussen groep 1 en groep 2. Het eerste peloton dan en het tweede peloton al 2 minuten. Wie rijdt daar vooraan? Dat zijn Lampaard die daar aan het rijden is. We zien daar ook nog Timo Kielig en Jasper Philipsen zelf. Die probeert die kloof te dichten. Pedersen, de Deen van Quickstep, van Soudal Quickstep, probeert ook nog om alle krachten bij te zetten om dat gat dicht te rijden. Maar dat ziet er quasi onmogelijk uit. Ja, zo zie je maar, hè. En voorbij. We zijn stilaan op grondgebied Russigny, dus zijn we richting Trieu aan het stormen. Côte Trieu. Van der Hoorn, vorig jaar ritwinnaar in de Tour. Aan de poorten van het bos van Valers. De kasseierrit gewonnen. Nee. Tweede. Tweede? Tweede. Juist. In mijn perceptie wint hij nog altijd. Ja, nee. Tweede. Ja, dat is waar. Australiër die won. Moest hem gewonnen hebben. Ja, moest hem gewonnen. Mislag in het peloton. Mislag in... even met zijn wiel. Een klein kwakje. En... hij werd tweede. Het is een stukje wishful thinking. Ja. Want het was hem absoluut... Hij zou bijna de trui genomen hebben en alles erop en eraan. Absoluut gegund. Nee, het is waar. In Wallers-Arenberg, daar ging de overwinning inderdaad naar Simon Clark. Klopt, helemaal. Simon Clark klopte hem. Dat was in die vlucht waar Stuyven ook... Ja, en die dag waar heel... En Boas van Hagen. Ja, waar heel veel om te doen was. Hè. Die dag van de fietswissels van de mannen van Jumbo. Waar ja. Uiteindelijk, dankzij een geweldige Wout van Aert, alles toch nog relatief goed ging. Naar het einde toe. Het leek 2 keer tot verloren toe. Maar dacht ik... ja, Wouter. Roglic daar met die... Een ongeluk dat Van Aert gevallen was, want anders was hij waarschijnlijk wel als Champavie. Ja, hoe win je een Tour? Soms op die manier... Aan de andere kant had Van Aert ook al gezegd, ik cijfer mij vandaag weg. Alles in het grotere belang, of voor het grotere belang, de toerwinst met Vingegaard. Het is Kirsch, deze keer op kop. Alex Kirsch. Met Stuyven in zijn spoor. En het moet stilaan iets gaan gebeuren. De tijd van profiteren of van denken, die mannen zullen het wel doen, is voorbij. 1:36. Jumbo-Visma daar. Ja. En dan proberen ze de volgende bocht te pakken in tweede, derde positie. Is dat ritme weer gebroken? Het is opdraaien, hè. Opdraaien richting Côte du Trieu. De leiders moeten ondertussen al... voilà. Daar zien ze hem in de verte liggen. Heel mooi hier. Hier nog. Maar straks tussen de bomen. Stijl, hè? Iets stijler. Ja. Heel stijl. Ja, wat je daarachter wel hebt, je moet die snelle mannen mee hebben natuurlijk. Hè. Je kan niet zomaar gaan... Nee, je kan hier op deze beklimmingen niet echt vol geven, want die mannen moeten mee. Die moeten inderdaad... je moet Jacobsen mee hebben, wil je de gast nog kunnen opendraaien daarachter. Dat zou niet de eerste keer zijn mocht dat fout gaan. Moet je strak nog van hieruit nog richting Kluisberg. En dan is eigenlijk het klimwerk voorbij. Dan kan je, zou je kunnen beginnen organiseren om echt met een tiental renners, wanneer dat mogelijk is, te gaan ronddraaien. Tisch voelt zich als een vis in het water op de hellingen.
7 maanden geleden was het gisteren. Dat hij nog gekoerst had. Dat hij nog gekoerst had. Na die zware val in augustus. Die val op trainingskamp. In het verleden zou dat zo'n een beetje tasten in het ijlen, in het duister geweest hebben van ja, hoe goed zal ik zijn. En nu, met alles wat men kan meten en weten, is dat eigenlijk een bijna zekerheid van ik zal in orde zijn. Geloof me maar, Fred, ik zal er zijn. Na de melding over de elektriciteitspannen krijg ik van alle kanten berichten dat Fluvius enorm snel op de pal heeft gespeeld om dat te herstellen. Ja. Ja. Het is ook goed weer, hè. De zon schijnt. Bravo, Fluvius. Nu nog de rekening verminderen. En de zaak is in orde. En we zijn met z'n allen blij. ...60 kilometer van de streep. Situatie. We hebben de vluchters met daarbij een duo van Jumbo-Visma. En we hebben dan een achtervolgende groep die lang niet meer het hele peloton is, maar een uitgedunde groep na de werken van Jumbo-Visma onderweg en na een aantal valpartijen. En dan heb je onmiddellijk een controleur in het wiel. Vincere Insieme. Ja, maar het is wel belangrijk nu dat die tempo blijft inzetten. Je ziet dus duidelijk dat er een soort systeem achter zit. Dat men weet bij Trek Segafredo van we mogen dit niet laten stilvallen. Als we hier nog 10 seconden verliezen en dan misschien straks nog 10 richting Kruisberg. En dan daarachter, ja, dan moeten we kijken wie er allemaal nog bij zit. Organiseren. En proberen terug te komen. Dat is de oplossing. Hier is die tweede groep waar er net over sprake was. Er wordt barrage gemaakt. Dus die tweede groep komt dichter bij die achtervolgende groep. Dat kan dus leiden tot een grotere groep en een compleet nieuwe situatie. Want als je dan heel veel ploegen hebt die zich kunnen groeperen. Laat ons niet vergeten dat na de Kluisberg straks, en dat is de volgende helling, dat het dan afgelopen is met de hellingen. Hè? Ja, dat is het hem juist. En dan is er toch nog altijd een paar kilometers te gaan. En Maarten, we komen nog eens naar jou. Ja, we gaan de chrono eens laten meelopen straks om te zien of die tweede groep daar straks onze 2 minuten of die dichter is gekomen. Hier achteraan dat eerste pelotonnetje, De Lee, die netjes mee naar boven gaat. Lange tijd in het wiel van zijn grote rivaal gezeten. Als het dan straks op een sprint zou komen, Jacobsen en Livijns, die bengelt daar nu achteraan logisch. Hè, want hij heeft al flink wat kruid verschoten om de kloof met die vluchters proberen te dichten. Dit is achteraan de achtervolgende groep. Dat is Van Kersbulk die hier achteraan zit. Guillaume komt uit de vroege vlucht, hè? Ja, de hele dag vooraan gezeten. Dit is groep 1, denk ik. Groep 2, hè? Er zijn er nog voor, hè? Ja, maar ik bedoel... Ja, ik weet het. Dit is inderdaad de groep van Jacobsen en De Lee, hè? Ja. Benoot, gretig. Zeer gretig. Ja, dat is niet wachten. Hè. Dat is willen voorop blijven. Het zal toch een serieuze tijdrit worden voor deze mannen. Als het daarachter weer samenkomt. Ja, het gaat inderdaad nog een tijdrit worden. En dan komt er natuurlijk nog een ander verhaal. Dan moet je nog wegrijden. Hè. Mm-hmm. Ga je sprinten. En tegen wie ga je dan sprinten? En als een van die mannen, zoals Welles of Mohoric, op een bepaald moment zegt, ik rij niet meer mee. Het is dan, hè? Dan begint het verhaal. In deze groep ook nog Caden Groves voor Alpecin, de koning. Dat is ook een snelle. Dat is inderdaad een snelle.
de Volkswagen hier heel dichterbij. Dat is voor niks nodig. Die willen natuurlijk naar voren. De gevaarlijke situatie toch wel. Dat is die derde groep. Groep Philipsen. Quaremont, het schildersdorpje. We rijden dus de nieuwe Quaremont naar beneden en daar rechts ligt de oude Quaremont naar boven. Met helemaal aan het begin daarboven in beeld de Broektestraat. Ja, Johan, waar je al best in positie kunt zitten. Ja, Johan Mezeeuwer, hier ergens een stekje. Als je daar in het dorp komt, daar heb je die vierkantshoeve, ja. Daar links het baantje volgen en daartussen ligt zijn postje. Zo noemen ze dat in West-Vlaanderen. Ja, ja. En jullie ook? Een postje? Postje, ja. En Hofke. Benoot van Hooijdonk, Mohoric van der Hoorn, Wellens. Met 5 stuks in het offensief in de Vlaamse Ardennen. Maar de heuvelzone zit er zo goed als op. Enkel nog de Kluisberg. En dan richting Kuurne voor de lokale ronde. 1 echte lokale ronde, maar we gaan via Kortrijk Kuurne binnenrijden. En dan zit je op het lokale circuit. En dan straks kom je voorbij de finish. En nog 1 ronde van 12,6 kilometer. Lieveins moet het blijven doen. 1.40 en groep 3 op 3.05. Ja. Baast mij dan dat ze barrage gemaakt hebben. Ja. Ja, dat ziet er natuurlijk dicht uit op de trieu daar. Maar eigenlijk is dat dan nog heel ver weg met al die volgwagens daarachter. Onmiddellijk daar in die groep, in die vorige groep, afstoppingswerk van Oliveira. En Maarten. Ja, 1.18, dat is het verschil tussen peloton 1, laat ons zeggen, en peloton 2. En het is Philipsen zelf die ongelooflijk veel energie steekt om proberen terug te komen. Hij neemt hier die afdaling van die nieuwe Quaremont voor zijn rekening. Ja, en deze groep is een klein beetje gesplit. Er zijn er een aantal achtergebleven op de trieu. Maar die proberen nu natuurlijk van die afdaling gebruik te maken om nog eens positie te nemen in dit gezelschap. Via Hannes Tahol is de tamtam richting Tineke van der Velde gekomen. En Tineke stuurt dan het bericht weer door naar ons. Er is ook een Kuurne-Brussel-Kuurne gereden voor juniores. En die is gewonnen door Jarno Widar. Dat is een hele goeie. Ja. Vorig jaar als eerste jaar is al top. Absoluut top. Solo binnengekomen. Lang voor het peloton uitgereden. Won vorig jaar ook al nokere koersen. En de rit 2 van La Philippe Gilbert. Dus het is echt wel een goeie, Jarno Widar. Hij wint voor Zak Erdsen en Steffen de Schuitenheer. Dat was een finishfoto in de sprint. En die Zak Erdsen, dat is een Sloveen en dat is de zoon van Milan Erdsen, de Bahreinbaas. Hola. Hannes heeft de koers gevolgd met de ouders van Tom Pidcock, die zelf een juniorensteam hebben. Ja, 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 de dag van zijn leven. Niet de job van zijn leven, die heeft hij ook. Maar vooral de dag van zijn leven. En wij maar denken dat de dagen van zijn leven de dagen waren waarop hij bij ons mocht zitten, maar nee. Ja, nee. Ja, klopt. Bij Tineke is dat wel zo. Zie, ze knikt. Ja. Het is mooi altijd dat je tevreden mensen langs je hebt. Politz. Ja. Met Schelling. Trekken en sleuren tegen beter weten in. Daar zit Christophe. Dat is dus niet in de groep Jacobsen. Dat is groep 3, hè? Dat is groep... Ja, eigenlijk groep 2. Grote groep 3. Grote groep 2, zal ik zo zeggen. Lampaards. Ja. Ja, deed de poging. Een sprong naar voren, maar kwam niet toe. Ja. Onmiddellijk controle hier. Is dat Oliveira die daar in het spoor zit? Ik denk het wel. Ja, dat klopt. Rui Oliveira. De Portugees van Team Emirates. Zit af te stoppen natuurlijk. Gaat niet meer rijden. Die heeft wel eens vooraan. Dan onmiddellijk een derde man van Jumbo-Visma. Ook die gaat niet... De kop komen doen. Het is nog wachten. Tot ze daar voorbij
de kluis zijn. Voorbij Johan Van Eyn. De nervositeit van de volgwagens begint ook te spelen. Iedereen wil wel eens bij zijn coureur geraken. En die voorsprong blijft nu toch al een tijdje stagneren op een minuut 40. Daarnet ook gezien met de bidons op de trieu. Sonny Colbrelli stond gisteren ook al langs de kant van de weg. Bidons aangeven voor Bahrein Victorious. De man die vorig jaar, deze tijd ongeveer in Catalonië, een probleem kreeg met het hart, hartritmestoornissen en daardoor niet meer mag koersen. De man die Parijs-Roubaix won in het najaar ervoor, die Europees kampioen werd ten koste van Remco Evenepoel. Inderdaad. Ja, toch publiek, hè. Weersomstandigheden zijn natuurlijk goed. Het is droog, het is fris. Maar het is wel droog en dat is eigenlijk het belangrijkste. Vanmorgen bij de start ook al enorme belangstelling voor Kuurne-Brussel-Kuurne. De mensen ontwaken uit een winterslaap om van de koers te genieten. Hun koers, het DNA van de Vlaming. En daar mogen we blij om zijn, hè? En trots op? Ja, absoluut. De koers als exportproduct. Merk je wel, want gisteren ook, hè, in het Kuipke, daar stonden Britten. Die kwamen gewoon af. Vanmorgen, toen de Nederlandse namen werden afgeroepen, veel Nederlanders. En pas op, die Britten die komen zomaar niet af. Hè. Nee. Die moeten daarvoor van alles en nog wat invullen. Zeker hè. Met die Brexit nu. Die een tijd van, we gaan rap eens over, even de plas over. Als je dat doet, is dat nog incognito nu. Hè. En al de rest is met papieren. Hè. Vroeger ging jij ook om de drie weken naar Londen. Hè? Om daar onopgemerkt je ding te kunnen doen. Bier te kunnen drinken. Lievijns heeft zijn werk gedaan. Willen, logisch. Toch nog moeten proberen aansluiten. Er nog proberen bij blijven. Ze zijn dan nog met z'n drieën. Vier is toch nog altijd. Vier renners van Lotto Destiny. 1,48. Ook Oliveira. Sapik in het peloton. Wat er van overblijft. En op die manier ga je deze groep uitdunnen, maar hoe ga je er dan nog naartoe rijden? Ja, hoe ga je nog naartoe rijden? Van Gestel? Denk het, ja. Ja. Van Gestel. Sagan voelt zich goed op een of andere manier. Met Seneschal. Ja, er moet nu gewerkt worden. Hè. Ja, die mannen van Bahrein die gaan niet komen natuurlijk. Hè. 1,35. Nog iemand van Lotto er helemaal als laatste. Tratnik nog altijd daarachter, controlerend. En Laporte, die ook makkelijk meedanst. Van Baarle zit er ook nog. Ja, 1,33. Maar hier is de winst niet te pakken. Hè. De winst is straks te pakken wanneer ze samen met 6, 7, 8 renners kunnen ronddraaien. Daar kan de koers gereden worden. 3, nu 5 afrijden uit die achtervolgende groep, dat is niet de oplossing. Christophe en Tiller zitten daar iets verder. Tiller die ook opgehouden is door een of andere valpartij. Gisteren een goede indruk maakte in de omloop het nieuwsblad op de Noorse kampioen. Ja, Walshout die daar aan de kant gaat en een beetje parkeert met Ide Schelling voor zich uit, de man van Bora. Ja, maar als daar die tijdsverschillen kloppen daarboven, dan wordt het voor deze groep bijna onbegonnen werk. Want in groep 2 mag het niet stilvallen. Nee, mag niet. Tuurlijk niet. We kunnen niet wachten op elkaar om dan te kunnen, om dan terug te herbeginnen. Kijk, dat zijn allemaal mooie inspanningen van deze man hier van Agile Zijn, maar dat is, brengt eigenlijk geen zoden aan de dijk. Het is jammer dat je het moet zeggen, maar het is zo. En toch moet er boven geraken. Niels Polit met een tussenversnelling. Polit, mocht het pikken donker zijn en hij rijdt met zijn mond open, je ziet hem nog. Dan nog schrikken zelfs. Heeft een gebit dat blinkt.
denk dat we dringend een hotel moeten gaan bijzetten op de tijden. Om wat meer concurrentie te krijgen voor Jumbo-Visma. Ja, zoiets. Hè. Gaat in de markt. Dus we moeten nu aan beginnen met bouwen. We krijgen niet te veel tegenkantingen van links en rechts. Zullen we dan niet klaar zijn tegen het einde van het jaar? Dat zou kunnen, maar jij zal toch voor de financiering moeten zorgen. Ja, een paar aankloppen bij een paar, als je rendement kunt beloven. Je hebt goede vrienden, hè? Met geld. Tegen dat de vergunningen in orde zijn op de tijden... Ja, is te laat. ...is het gedaan met de koers. Ja. Opletten voor deze auto. Groep 2 moet daar proberen langs te geraken. Mekaar verwittigen. Die staat daar echt wel slecht, hè? Hoe kom je nu daar terecht? Wel, dat vraag ik me ook af. Hoe kom je nu inderdaad daar terecht? Met je GPS te volgen? Ja, je had geen rekening met de koers. In 27. In 26. Logisch meegeven dat alle hellingen verteerd zijn op dit moment. Dus hier zitten wel wat sterke jongens bij die tempo kunnen maken op het vlak. Hè. En je zag daar de man van Bahrein misbaar maken. Kijk, hop, motoren weg. Dat is Brent van Moer hier, Seneschal. Fred Wright, die zei weg. We hebben Mohoric vooraan. Het zou wel weg zijn. Dus je hebt twee mogelijkheden. Er zijn erbij die komen zo, weg. En er zijn erbij die zeggen, kom. Het is gewoon kijken welke trui ze aan hebben. Ja. We hebben het gisteren ook vaak over bezig geweest, ja. Je klachten gekregen? Ik zelf? Ja. Nee, nog niet. Maar ja, de post is niet geweest gisteren, dus misschien morgen. Hè. Ja, het zou kunnen. Maar goed, ja, dingen benoemend hoort erbij. Ja, toch wel, hè. Ja. Lee Vijns, die terugkeert naar groep 3. We weten dat daar 3-4 motoren voor iemand voorrijden. Ook al rijden die daar 15-20 meter voor, dat geeft een voordeel, sorry. Dat is algemeen bekend. Aerodynamica heeft nu meer al voldoende bewezen dat dat allemaal een voordeel is. Het is ook niet het weekend van AG Dessert Citroën. Er zal wel op een of andere manier een reden voor zijn, waarom. Maar het is niet echt wat je verwachtte. Maar ze zijn niet alleen, ze zijn er nog. Als je hier je kano legt en je begint te varen, dan raak je in Antwerpen. Ja, of in zijn kant, hè. Dat is tegenstromen dan. Ja, ik weet het, maar... Daar ligt de bron van de Schelde, ja, in zijn kant. Ja, bedoel maar. Dat heb je goed onthouden uit je aardrijkskundeles. Ik heb ooit eens een planning gemaakt om, ik wil dat misschien nog wel eens doen, om eens de Schelde af te rijden, eigenlijk tot aan de monding. Met de fiets? Van de monding tot, ja. Maar zover is dat nu ook weer niet, hè? Afstappen zou nog iets zijn. 160 kilometer of zoiets, hè? Is het? 160? 160. Maar ja, hoeveel is het niet naar Santiago de Compostela? Ja, maar zoveel boete moet ik nu ook niet doen, hè. Als je op 160 kilometer naar de bron kan. Als ik nu al eens begin met daar. Ik neem er een paar mee van mensen die ik ken. Er zitten hier misschien een paar binnen. Ik wil meedoen. Ja. Als met Ruben zit ook al te kijken. Die zit hier ook achter onze rug. Oh, die gaat niet meedoen. Tineke zorgt voor de bevoorrading. 360 kilometer is het, hè? Niet 160. 360. Ja.
maar ik ga niet terugkeren. Het is gewoon, ja. Wel, kijk, dat is toch al een mooi begin. Langs de Schelde. Het is eigenlijk in principe, als je begint van geen zachter, is het altijd bergaf. Ik stel voor... Ja, het is altijd bergaf, ja. Want anders ja, dan komen we nooit aan, in de Noordzee uit. Stel voor in 4 etappes van 90. Mag nog. Met mag nog. Een goede stop. Ja. Gastronomisch adresje. Ja. We hebben een deal. Voilà. Die is beklonken. We beginnen dus in Antwerpen en we eindigen in Saint-Quentin, of gaan we het omgekeerd doen? Omgekeerd. Ja, omdat het meest zuidwestenwind is. We rijden bergaf. Ook al. Rijden we naar huis. En we eindigen in Antwerpen. Daar zijn wel een paar goede adresjes te vinden, hè? Ja. Oké. Met de gravelfiets. Op het gemak. Laat de bagage voorrijden of doorrijden. Ik ga me ons niet mee bezighouden. Okay. Ken jij die wachttijden van die gravelfietsen? Ik heb er geen, hoor. Dat kan geregeld worden. Hè. Moet er geen hebben ook. Gevaarlijk. Seneschal. Komt naar voren. Samen met de mannen van Lotto Destiny. 1:18. De mannen van Trek moeten meedoen. Zie je, die zitten niet met z'n drieën. Hè? Daarachter, dat is niet goed. Moet minstens 1 man bijsteken. Nog iemand van Lotto zit er ook nog met z'n drieën van achteraan. Er mag ook nog 1 man mee. Het gat moet eerst dicht. En dat mag niet te lang duren. Maar wat je nu hebt bij Soudal Quickstep, zitten ze met zo weinig in die tegenaanval dat het heel moeilijk is om daar veel te laten meewerken. Omdat je straks aan het eind Jacobsen ook nog in een positie moet brengen. Maar natuurlijk, als je niet meer voorankomt, dan spurt je nooit voor de overwinning. Dat is een soort optierisico dat je moet nemen. Eerst terugkomen. En dan... Je kan wel gokken, maar zit hier al... In Kuurne al vaak misgelopen dat men te lang probeerde het bord van de tegenstrever leeg te eten. Ja. Wat wel veel zegt ook, als je beelden krijgt van groep 3, die groep met Philipsen, daar wordt geknald, hè. Maar die volgen nu al op 2 minuten van groep 2, voilà. Dus daar moet ook geknald worden. En dat wil dan ook weer zeggen dat ze hier keihard aan het vlammen zijn. Dat ze hier ook rijden, ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Maar hoe gaan Nathan van Hooijdonk en Thijs Benoot dit afronden? We hebben lang op het laagste schema gezeten en ondertussen zitten we al op kilometer 42 gemiddeld. Dus we gaan nog versnellen. Wanneer is de aankomst dan voorzien? 5 uur? Ja, want 43 kilometer, het is 5 voor 4. Voilà. Dus nog een uurke koers. Minder. Het zal minder zijn. Tussen 10 voor 5 en 5 voor 5 zijn we binnen. Ja, en dat misbaar van de mannen van Bahrein is steeds prominenter. Ze zitten daar met 3. En... Ja, we kunnen het allemaal begrijpen. We kunnen het allemaal begrijpen. En dan moet je die kanttekening maken dat hier ook een motor voor rijdt. Tja. Je krijgt ze hier ook frontaal in beeld. Het is net hetzelfde. Dus Jonathan Milan wil eigenlijk die motor er zo dicht mogelijk bij om dan uiteindelijk eens van achter die motor weg te jagen. Ja, het zou makkelijker zijn om de motor hier achter deze 5 te zetten. We weten wie de 5 zijn ondertussen. Maar het is eerlijker als er hier een motor voor zit en voor het andere peloton een motor zit. Of allebei de motoren even ver, zoals dit hier. Hè. Dan is dat perfect te doen. Hè. Want hier een probleempje. Ja, hier een motor achter posteren, dan krijg je een probleem. Ja, hier opletten, er valt een gat. De mannen van Lotto Destiny moeten zien dat ze hier hun kopman niet kwijtraken. Het is Lee zelf die het moet dichtrijden. Weer op dat verzet. De Lee zelf die het moet dichtrijden. Op de as. Draaien en keren. En daardoor een breukje. Een paar man eraf, ging ze achteraan. Vroeger dachten ze al dat op een 53-11 je pezen gingen scheuren en springen. Nu zitten ze met een 56. Ja, veel met 54 al inderdaad. Heel veel met 54. Ik dacht dat er net Laurens Naastens mee was. Dat moet dan de man zijn die er nu gelost wordt. In deze kop in de eerste peloton. Van Baarle, die komt storen nu.
Het is nu vooral werken achteraan, hè, in de volgwagen. De ploegleiders die bij elkaar moeten gaan, elkaar gaan opzoeken, zoals dat vaak gaat. Van, hoe zit het jongens, gaan jullie daar nog mannen bij zetten? Of ga je wachten tot wij helemaal zijn opgesoupeerd om dan ook nog eens een poging te ondernemen? Want het blijft nu toch een klein beetje nangers, hè? Die mannen daar in die achtervolgende groep. We hebben hun eerste cartouche verschoten. En dat is de vraag, hè. Wie gaat het dan doen als die mannen opgesoupeerd zijn? Taco kan ook nog altijd tempo maken. Die zat met een glimlach in de wielen. En die komt dus uit die vroege vlucht. Die heeft dat slim gespeeld. Anticiperen. Ja, anticiperen, maar vooral de motor hebben. Hè. Mag er veel zetten en veel proberen om dit te doen wat die man al gedaan heeft in zijn leven. Maar hij heeft toch al een paar ferme stunts afgeleverd. Fijn aanvullend berichtje van professor Daan van Reet over Thijs Benoot. Die heeft van een half jaar blessureleed gebruik gemaakt om zijn studies handelswetenschappen aan de UGent te vervolmaken met een eindwerk over the impact of age on performance in professional cycling. Komt er weer goed uit. Mm-hmm. Eigenlijk blijf je dan met je job bezig, blijf je studeren en ook wel je mentaal en je intellectueel vervolmaken terwijl je niet kan koersen. Ja, het is, dat zijn net robots, hè. Akkerman. Ja hoor, kom. Lek. Ah. Pascal Akkerman, snelle man van de ploeg van de Emiraten, die in een zetel zat omdat Tim Welles vooraan zit, is ondertussen al van fiets gewisseld. Hè? Dat ziet u wel. Ja. Hij zette zijn fietscomputertje er weer op. Dat had hij in zijn achterzak gestoken voor de fietswissel. En ondertussen nieuwe fiets. En proberen tussen die auto's terug te keren. Kijk vragend, hè, naar die auto's. Wie gaat er hier mee meepakken? Hoe zou je zelf zijn? Net een tikkeltje te veel op de kant gezeten. Dan gaan we maar zelf vooraan rijden. Ja. Zullen we er niet komen, zo? Oeps, opletten, Deli. Dat je daar niet tegen het achterwiel van je eigen man op tikt. Florian Vermeers. Die vlak voor hem zit. Er moet steun komen. In alle andere omstandigheden zou je zeggen nog 40 kilometer. Een minuut en 10. Och. Geen kans voor die vluchters, maar... Nee, maar je moet er hier zitten. Met dit koersverloop, ja. Totaal anders. Zoals ik net al zei, zitten hier een paar ploegen bij. Ook Kokkar zit er nog bij. En die zitten allemaal te hopen en te denken, laat die mannen maar werken, dan komen wij aan bod. Maar ze gaan er niet komen als ze geen steun krijgen. Deze 5 stuks hier vooraan zijn te goed. Hebben een te grote motor. Hier moeten ze ook wel zien natuurlijk, dat ze die jumbo's genoeg laten werken. Ja, maar dat gebeurt voorlopig wel. Ik denk zowel dat Welles als Sako van der Oren voorstandig genoeg zijn om dat uit te lokken. Mohodjes daartegenover, dat is nogal een gretige, die durft nogal eens zichzelf voorbijrijden. Mohoric, gisteren 21ste in de omloop het Nieuwsblad. De winnaar van Milan-San Remo vorig jaar met die geweldige afdaling van de Poggio. Geweldig risicovolle afdaling ook van de Poggio, maar het kwam goed en hij won. 28 jaar is hij ondertussen. Uit Crunch afkomstig en heeft bijgetekend bij Bahrein Victorious vorig jaar tot 2025. In de jonge jaren een wereldverdette. Hè. Won de 2 keer toe achter elkaar, werd een wereldkampioen. Mm-hmm. Op heel jonge leeftijd een stap gemaakt naar Liquigas, dacht ik. Mooie etappe gewoon in de ronde van Spanje. Dan een tijdje stil geweest. Wereldkampioen geworden in... Valkenburg. Hè? En in Firenze. Ja, en tweede in de tijdrit ook toen. Op het WK. Voor de spankracht zou het leuk zijn als daar eens 10, 15 seconden afgaat. Ja, maar dat kan als Trek Segafredo en een man van Cofidis komen meewerken. Dan gaan die mannen vooraan een klein beetje meer... rust gegund worden. Daar zit er een klein tikkeltje meer snelheid in. Maar iedereen zit te kijken. Iedereen zit zo goed te kijken van ja, komen we dichterbij.
En vorig jaar was net hetzelfde. Wachten, wachten, wachten. Ja, nog een kans voor de spurters hier. Hè? Als een deel van groep 3 zich laat dubbelen in de lokale ronde, hebben ze weer wat helpers bij. Ja, en gaat die er dan maar uithalen. Kijk, dan wat de Lee en Jacobsen doen, is eigenlijk niet nodig daar zo vooraan gaan zitten. Nee. Want dan rem je de boel af en dan ga je nog meer die andere ploegen zo het gevoel geven van, ah ja, ja, ze zullen het wel oplossen, want ze meenden het. Ik zou daar niet gaan zitten. Ik zou eerder mij eerder bezighouden om die andere mannen van Kokaar en zo wakker te maken. Een keer te gaan ronselen. Ja. Toertje doen en eens zeggen, oh mannen. Kom jongens, kom. Doe eens een paar beurt. Ja. Ik krijg van mij een plastic bak. Ze koersen als vijf metronomen. 1-0-9, 1-10, 1-11, 1-10, 1-0-9. Oh, Maarten. En Akkerman, de snelle man, die klopt nog heel even op zijn stuur. Dat zal wat schade hebben opgelopen. En hij gaat nu opnieuw komen aansluiten. Heel even achter die wagen van Arkea Samsic. Achter de wagen nu van de wedstrijdjury. En nu gaat hij bijna komen aansluiten. Ook in beeld nu, denk ik, achteraan die groep achtervolgers. Ja. Ik vermoed dat die nieuwe fiets misschien wel eens aan een check nodig is. Af en toe eens kloppen om te zien of die kopserie niet losstaat. Ik denk dat die fiets enorm is, als ik dat zo zie. Akkerman is terug. En Akkerman is een kandidaatwinnaar als het ooit tot een hergroepering komt. Ja, rappe man. Zorg dat die rolluiken op tijd omhoog zijn, hè, José, straks. Ja, ja, ja. Voor ja. De sprint. Het zal in orde zijn. Heb je trouwens twee West-Vlaamse synoniemen voor rolluiken? Persiennes. De persienne, ja. Ja. En de lattenstoers. En de lattenstoers. En bij ons zeggen ze, als het van die klapstoren zijn, blaffeturen. De blaffeturen, ja. Het mag gezegd, Lotto Destiny, met vier man mee in die groep. Als tweede klasser is dat niet zo slecht. Nee. Dat gaan we niet het hele seizoen herhalen. Nee, dat zoek maar eens wat grappen dat we doen. Grappen en grollen, dat doet Kampenaerts in zijn interview ook. Hij zei dat ook, wij als tweede klasser. Als tweede rangsploeg zei hij eerst ook correctie, tweede klasser. Ja, 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 ja. Ja. Is gisteren toch wel op een counter gelopen. Klein beetje zichzelf tegengekomen. Maar kom, de eerste koers in Vlaanderen. Zou er een verschil zijn tussen echte hoogtestage en hotelhoogtestage? Ja, wij zijn geen wetenschappers, hè, maar nee, dat wordt dan zo gezegd gesimuleerd. Die hoogte, 1800 meter, slapen op 1800 meter in dat hotel in Denia. Maar de mannen die vandaar kwamen, waren gisteren allemaal niet goed. Ja, misschien. Ik denk aan Kampenaerts. Florian Vermeers was niet slecht, maar ook niet goed genoeg om dan Van Baarle te worden. De mannen van Alpes in de Keuning die daar op hoogte hebben gezeten, waren gisteren niet goed genoeg. Misschien moeten we een Kolobnev straks nog gaan verdenken dat hij mee in de slag zit. Of zijn het de pannenkoeken van de tijden? Ja, wie weet. Zien ze elkaar rijden in de verte? Geen zachter komen. Dat zou toch wel moeten op deze strook, ja, kijk, want kinderen de volgwagens. De wagens geen zal komen. Dat is een goede 700 meter. Het is alsof die klok vastgeroest is daar linksboven. Dat klopt, hè? Ja, de benen zijn in ieder geval niet vastgeroest. Die draaien voldoende. Eén man met beenstukken. Taco. Ah, Frison is hier terug. Frison, sterke coureur geworden. Iemand die absoluut in je ploeg wil. Ja, zeker. Niet alleen omwille van zijn fysieke kwaliteit, maar ook omwille van zijn menselijke kwaliteiten. Zijn humor. Imiteert al graag eens een paar coureurs of een paar bekende mensen. Of een paar commentatoren. Ja, en dat wordt dan door de collega's wel geapprecieerd, gewaardeerd.
1 minuut 20 meldt de wedstrijdradio. Daar staat 1 en 11. Als het 1 en 20 is... Nou, Frison ja. Net nog eens één keer alles komen geven. Ja, hard gewerkt. Op. Hard gewerkt. En zo gaan ze er 1 voor 1 uit. Ja, zoals ik daarnet zei, dat is niet goed. Die ploegen moeten eens leren van in 1 keer met z'n allen 1 man te zetten. Anders ga je echt... Zitten er allemaal te kijken zo van, wij gaan de slimme spelen. Wij gaan de slimme spelen. Wij doen niet mee. Wij wachten tot diep in de finale. Maar die 5 die daar vooraan rijden, dat zijn zomaar geen 5. De eerste de beste, hè. Dat zijn echt wel, ja, inderdaad de 5 beste. Tuurlijk. Het is het verhaal van de 10 dappere helpertjes. 1 voor 1 gaan ze eraf vallen. En als er nog maar een paar zijn, dan rij je hier niet naartoe. Benot vliegt vandaag. Ja. Het is echt indrukwekkend hoor, wat Ties doet. Schuwt dat kopwerk niet en geeft zich ook helemaal als hij op kop komt. Op de Berenbosstraat, dat zijn nog een halve kilometer kasseitjes. De Berenbosstraat als grondgebied Zwevegem, dus dan gaan we, of Bellegem zelfs al, komen van Sint-Denijs, Zwevegem. Ooit lijf hosten een koers zien winnen bij de juniors in Sint-Denijs, Zwevegem. Toen ik pas begon als freelance journalist bij de krant Het Volk. Oh. Jaren 90. Het Volkskip. Als, als student aangenomen door de fantastische Hugo Korvits. Ja. Mark de Winter, Mark van Landegem. Ja. Mark Le Rouge. Die toen vooral tennis deed. De Lee heeft er nog 3 voor zich. Goed werk van Brent van Moer ook in deze koers. Gisteren ook al een goede indruk gemaakt. Ja. Van Moer, Vermeers. Seneschal. Van het andere kamp. Akkerman laat zich meedrijven. Van Baarle. Idem dito, hier met het nummer 193, Gilles de Wilde. Ja, ja, uit die vroege vlucht nog altijd goed mee. Hier overleven, die kasseien overleven en... Kokkar heeft daar nog 2 mannetjes bij zich. Waarom laat hij ze niet werken? Wel, dus dat ik ze net zei. Kokkar heeft daar nog Piet Allegaard en Alexis Renard zitten. Stuur ze eens naar voren. Ja, toch minstens 1 man ervan. Toch 1 man ervan. En dat gaan ze straks doen, ze. Als het kalf verdronken is. Jordi Meus zat daar ook nog. Ook snel. Ja, maar je moet nog volk hebben natuurlijk. Hè. Als je daar alleen zit, kan je moeilijk zelf gaan rijden. Ik weet het, maar als je geen volk meer hebt, heb je geen keuze. Nee. Dan moet je gokken, dan moet je je laten meedrijven en hopen dat... Ja. Ja, ja, daar zit hem. Super uitslagen gereden voorlopig. En pas op, hè, als er gespeurd wordt met Sagan. Je weet maar nooit dat hij nog een laatste kunstje opvoert. Ja. Ik zei, is dit een soort afscheidstournee van je aan het Vlaamse volk? Hij zei, ja, zo mag je het wel beschouwen in mijn laatste jaar. Ja, toch wel goed. Tom Skeuens hier op rechts met nog nummer 26. Met voor zich uit Mozzato. Luca Mozzato van Arkea Samsic. Oké, okay, spoiler alert voor de fans die later nog willen kijken naar andere koersen. De Vendrome Klassiek. De rit van Étoile-sur-Rhône naar Étoile-sur-Rhône, 191,5 kilometer, is gewonnen door Anthony Perez van Cofidis. De 31-jarige Perez. Perez had een voorsprong van 1 minuut en 11 op Rui Costa en Andrea Bajoli van Soudal Quickstep. Perez heeft een solo van 38 kilometer afgerond. Knap. Een beetje zijn andersmerk. Aanvallen. 1:21. Wanneer begint het gespeculeer in deze groep? Het gespeculeer? Hier vooraan. Wanneer komen de eerste aanvallen? Hè? Want die aanvallen die moeten er in principe toch komen. Thank you.
Han zat er van achter. Han zat er ook in, van achter. Van Mohoric. Ja. Je moet wel een plan gaan bedenken. Je kan ook denken, ja, Jonathan Milan zit daar in die achtervolgende groep, maar ik moet het hier ook gaan afmaken. De druk wordt ook steeds groter. Stel nu dan met die kopgroep gaan sprinten. Stel gewoon sprinten. Wie is de snelste? Ik zal bij God niet weten. Ik kan het ook niet zeggen op dit moment. Hey, misschien heeft het dan ook wel met frisheid. Met frisheid en conditie van het moment te maken. Zoals wel eens al een paar keer aanzetten, zou ik hem zeker niet kansloos achten in die sprint. De zoon van Leo. Klopt helemaal. Uit de buurt van Sint-Truiden zeker, ja. In Welles. Ja. Leo dan weer dus de broer van Paul Welles. Tim Welles, die na zijn middelbaar onderwijs een opleiding tot bachelor energietechnologie heeft gevolgd in Diepenbeek en stage heeft gedaan bij de fietsleverancier van zijn toenmalige wielerploeg, Ridley. Komt ook uit het mountainbiken, hè, bij de jeugd. Ja, kampioen van België geweest, mm-hmm. Bij de mountainbiken. Ploegmakker geweest van Jasper Stuyven en Teuns, en die mannen allemaal bij Avia-team van Rick de Voogd. Tim wordt door collega Jasper Stuyven wel eens de fietspadkoning genoemd. En Tim moet daar zelf ook wel mee lachen. Klopt wel, zegt hij. Als ik in koers een fietspad zie naast de kassei bijvoorbeeld, of een mogelijkheid om af te snijden, dan ga ik het niet laten. Ja, hij springt heel goed, heb ik gelezen. Ik bedoel daarmee, hij is superbehendig om wat dan ook te nemen. Het is kan heel goed bergaf rijden. Ja. En ook als het... Voor fietsen op het fietspad gisteren. En hij zei, ja, ik was niet alleen. We waren met een stuk of 100. Luke Rowe was het. Die even bij de jurywagen ging. En die zei, waarom heb ik een boete gekregen en mijn collega's niet? Omdat we jou toevallig gezien hebben en die ander niet. Zo gaat dat dan, hè. Sheffield zit ook nog in die groep hier. Met Connor Swift. Van de ploeg van de Ineos Grenadiers. Ten huize Welles loopt er een Frans teefje rond, een bulldog. Thank you.
prinses Georgette de Monaco. La la la. En hij heeft felle fans, hè. Jean de Bie, Nicolas Maas, Tony Galopin, Jasper de Buist, Jasper Stuyven, André Greipel. Allemaal fans van prinses Georgette de Monaco. Ik leer ook bij, hoor, José. Ik heb dit van Tinneke gekregen. We zijn wel ver weg van de koers. Het ligt ook wel vast, hè. Het is wachten op de nieuwe ontwikkelingen. Blijft een beetje hetzelfde. Blijft een beetje hetzelfde. Het is nog 27 kilometer. Het zou misschien toch nog kunnen. Ik moet een tasje koffie nemen, denk ik. Je hebt het nu al vier keer beloofd. Doe er iets aan. Zonder gebak. Ja, Ruben gaat ons bedienen. Mijn kopje staat achter die pancarte van Sporza. We hebben mijn bekertjes. Ah, hij heeft bekertjes gekregen. Ik heb nog bekertjes bezorgd. Minuut 15. Vraag is, wie zijn nog de frisse mannen in de achtervolgende groep die willen en kunnen werken? Die alles kunnen rechtzetten? Voorlopig altijd dezelfde. Ja, nee, er moet steun komen. Er moet steun komen. Anders wordt het heel moeilijk, denk ik. Maar ja, laat ons de koers bekijken. Laat ons afwachten of er steun komt. Goed werk van Florian Sénéchal in elk geval. Ja, sterk. Mag gezegd. Gisteren pech en Patrick Lefevre zei, ik kan hem niks verwijten. Wat de rest van de ploeg betreft, Tim de Klerk kan ik ook niks verwijten, die is gevallen. Dikke pech. Maar wat de rest van de ploeg betreft, ben ik daarvoor teruggekomen uit Rwanda? Ja, nee. Inderdaad, daar is hem niet voor teruggekomen. Er was geen donderspeech gisteravond. Maar Yves Lampaert zei daarover vanmorgen op het startpodium... Soms zegt een stilte genoeg. Ja, je zit er met volwassen mensen, hè, die wel weten, het zijn geen kinderen, het zijn profs die betaald worden. Die weten wel wat van hun verlangd wordt. En het is niet dat je daar elke keer opnieuw weer met dat vingertje moet staan van ik ben dit en ik en jullie zullen zo. Zo werkt dat ook niet natuurlijk. Er zijn omstandigheden dat het helemaal niet anders kan. Want anders zou het makkelijk zijn, dat gewoon mijn donderspreek telkens opgelost was. Ja, dat zou het gemakkelijkste zijn van allemaal. Maar zo werkt het niet. Nog 25 kilometer. We gaan dus stilaan op dat lokale parcours zitten. Grondgebied Kortrijk. Dan naar Kuurne. Kortrijk mee in het bad getrokken door de organisatoren. Ook een vorm van city marketing. Ja, je kan er moeilijk omheen, hè. Ja, waarom zou je? Gedeelde kosten. Waarom in juli een leeuwtje proberen te winnen als je vandaag al een ezel kunt verdienen? Is goed gevonden? Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Begin met die ezel in. Dat leeuwtje, dat komt misschien ook nog wel. Dat toch wel felbegeerde ezeltje. Waar er sommigen voor gekomen waren voor een tweede, omdat het kind thuis, of dat de kinderen met twee waren en er ruzie over gemaakt werd. Hetzelfde met het paardje in Waregem. De burgemeester Francis Benoit die liet weten op het podium vanmorgen dat de kunstenares die de trofee maakt, het ezeltje, dat die ermee gestopt is dit jaar. Dat het de laatste keer is en dat er volgend jaar een nieuw komt van nieuwe makelij. Nieuwe kunstenaars. Aha, koffiedis. Eindelijk. Te laat. Maar het kan nog altijd. Het kan nog altijd. Maar laat. Liefst nog een ploeg erbij. En Jordi Meus hier helemaal achteraan, die denkt bij zichzelf. Doe maar op jongens, probeer er overeen te komen. Maak een coalitie, breng mij terug. Stevige coureur geworden, Jordi Meus.
als je die zijn fiche openzet, dan zie je dat, dat een aaneenschakeling liever van ereplaatsen. Ja, absoluut. Wordt. En soms er mogen er ook bij zijn dat het nog een beetje bergop gaat in de finale. De hele goede van Hooijdonk hier. Men. Er zou hier ergens een woningbrand zijn, wordt gemeld via de wedstrijdradio. Ja, hopelijk is het niet te erg vooral voor de mensen van die woning. En kan de brandweer vlot zijn werk doen. Het is in de lijn na de finish. Er is een omleiding via de Kattenstraat. Dus de koers gaat omgeleid worden. Ja, knikt Tineke. We gaan dus een omleiding krijgen. 22,7 kilometer in 1 minuut en 11 seconden. Wordt de koers dan langer of wordt de koers dan korter? Google Earth kan redding brengen. Maar wie gaat nu opzoekingen doen? Tisch vergeet niet te eten. Het zou nog altijd kunnen spannen als ze allemaal willen. Willen. Ja, willen winnen. Maar plots gaat er vooraan ook nog een versnelling komen natuurlijk. Ja, die zal in principe niet zo groot zijn dan van die mannen van achteraan. Hè? Nee. Die vooraan hebben het toch allemaal al zelf gedaan. Want er moet nog gekoerst worden om te winnen natuurlijk. Daar er vooraan. Moet nog gekoerst worden om te winnen. Luca Mozzato, daar van Arkea. Oeps, even opletten als je dan net je handen niet aan je stuur hebt. Ja, of een beetje losjes. Dan heb je een probleem. We hebben nooit een volledige samenstelling van die tweede groep gekregen via de wedstrijdradio. Bij hoeveel zijn ze eigenlijk? 35, 40? Ja, 40 zal veel zijn. In de straten van Kortrijk. Kortrijk, de stad van Johnny Turbo. Vorig jaar al gezongen, hè? Vis in de Leien. Nog een van zijn legendarische nummers. Beroepsslapkomerdeuren. Beroepsslapkomerdeuren. Ja. Ben beroepsslapkomerdeuren. Voor de rest ga ik niet zingen. De baan is vrijgemaakt, dus de koers gaat gewoon de omloop volgen. Ah. Okay. Nieuwe melding op Radio Tour. Brandje geblust. Zaak opgelost. Hopen we. Nu hier nog. Het publiek is buiten gekomen. Zeg niet dat het terrasjes weer is, alhoewel. Goeie jas aan. Keuze tussen chocomelk of glue wine. En altijd maar weer Florian Sénéchal. Ja, pluim voor Sénéchal, maar het is niet de oplossing hij alleen. Nee. Nu wel Peter Sagan ook. Maar komt hij meerijden of komt hij daar gewoon een beetje in de weg zitten? Ja, Van Gestel zit daar ook natuurlijk. We gunnen het jongens vooraan natuurlijk, hè, want we doen nu precies of we willen dat ze absoluut terugkomen. Dat hoeft niet. Van Gestel in dienst van Sagan. Of andersom. Denk het. Als Sagan nog eens in zo'n positie komt voor een van de weinige keren dat dat nog gebeurt, dan denk ik dat hij toch nog eens achter eigen succes aangaat. Tuurlijk. Maar logisch, hé. Daarvoor heeft hem toch een veel te groot palmarès. En ik vind, ze gaan zo'n beetje wegzetten als zijnde een uitboller. Ja, dat wel, maar al zeker niet als clown, hè. Nee, maar daarvoor is een erelijst veel te indrukwekkend. Dan moeten we toch wel te veel respect voor hebben voor hetgeen dat hem allemaal, de manier waarop ons die in de Ronde van Frankrijk verblijd heeft met etappes te winnen die hij niet kon winnen. Wat
Je kan hem wegzetten als een zeer professionele clown met enorme fysieke capaciteiten die het wielrennen een enorme dienst heeft bewezen. Ja, en die marketinggewijs toch wel heel veel bewezen heeft. Zijn aankomstrituelen, zijn fietsbehendigheid, zijn wheelies, zijn dingen. Het heeft toch allemaal de wielrennerij wel wat bijgebracht. En Maarten, waar heb jij je gepositioneerd? Net achter de kopgroep. We zien je staan. Seneschal, ja, dat kan helemaal zijn. Zwaaien. We zijn die mannen aan het bestuderen. Dag Karel, dag José, dag iedereen. En alleen Seneschal, die kloof laten dichtrijden, dat wordt inderdaad een moeilijk verhaal. We hebben die sprong met de motor gemaakt. Dat gaat natuurlijk makkelijker, maar het was toch een flinke kloof om te overbruggen. Heel veel volk langs de kant daar in Kortrijk. En dan zijn we die mannen hier aan het bekijken. En dan zie je dat ze toch allemaal perfect in kopbeurt doen. Dat maakt het natuurlijk ook moeilijker voor die grote achtervolgende groep. Eén man zagen we aan zijn schoenen prutsen. En dat is de man die al het langst voorin rijdt. Taco van der Hoorn. Van der Hoorn, die ook wel denkt, hey, straks nog een late sprong, je weet maar nooit. Ja, pas op, dat is een taaie. We hebben die ooit zien sprinten. Die sprint die valt stil, die blijft sprinten, die blijft verder doen. En uiteindelijk moet je hem wel voorbij geraken. Dus het is een taaie, een hele taaie klant met een enorme grote motor. Ook een man die volop bezig is met aerodynamica. Dat smalle stuurtje. De remgrepen naar binnen geplooid. Of naar binnen gebogen, naar binnen gezet. Victor Kampenaar zal het graag zien. En nog eens naar Maarten. Ja, en hij is ook met gewicht bezig. Hij heeft net zijn drinkbus weggegooid. Daarnet was hij aan zijn linkerschoen aan het prutsen. Nu aan zijn rechterschoen. En Mohoric die gaat zijn rug al even strekken. Die zit daar netjes in het wiel van Taco van der Hoorn. Ja, Van der Hoorn die vorig jaar de Brussel Cycling Classic won. En dat was ook zo'n randgevalletje, ja, Timo Willems van Minerva. Dat was een sprint dat er eigenlijk geen sprint was. Het leek niet op een sprint, maar het werd uiteindelijk wel beslecht in een sprint. Dus, ja, het leek een enorm succes te worden voor Minerva. Nee, jammer. Het grootste dat ze konden pakken. Maar daar was ene Taco van der Hoorn. Wat net niet lukte in de Tour, lukte wel in de Brussel Cycling Classic. En Marije. Ja, met z'n drieën nu. En nog altijd een minuut en 10. Ja. Ja, die 5 man daar vooraan, dat zijn motoren. Mannen met body. En daar zitten er nog 3 klaar van Bahrein. En daar zitten er nog 3 klaar van Jumbo-Visma, mocht het samenkomen. Het is wachten hier tot de eerste demarrage komt. En er dan een soort misverstand ontstaat. Ik heb al veel aanbiedingen, José, om met ons mee te rijden naar de Bron van de Schelde. Of van de Bron van de Schelde naar Antwerpen. Misschien is dat een idee. Hoe groter het peloton, hoe beter. Ja, hoe minder wij moeten op kop rijden. Ja. Stel voor dat jij het idee commercialiseert. Want anders is het weer gedoe. Ik niet. Ik laat dat ook aan mensen die dat kunnen. Er is een plastibakpremie bij de eerste passage, zegt Tineke. Ja, €2.500. Ik zou dan denken, Taco. Taco en de premie. Die dan al binnen. Passage op 12,6 kilometer van de aankomst. Een paar secondjes eraf nu. Maar het moet sneller. Want we komen dichter bij de finish. Florian Seneschal had ook weinig ruimte voor die anderen om een deel van de kopbeurt te doen. Doet hier wel eens steken met zijn elleboog, maar ze komen er nauwelijks over. Ja, maar ze moeten willen komen. Hè. Ze moeten gretigheid moet er zijn. Maar ze is er niet. En ze zijn al blij dat ze zijn wiel kunnen volgen. Ja. Dat is ook een gepatenteerde tijdrijder. Drie van Cofidis die daar wel voor aankomen. En nog iemand van Israël Cycling. Ik heb die renner nog niet kunnen herkennen, moet ik zeggen. Niet vergeten dat hier ook ene Caden Groves zit.
Snel, snel, snel. Ja, maar als die mannen nu eens gewoon meedraaien, hè? Van Cofidis van in het begin, hè, dan... Het is ongelooflijk, hè? Dat is waar. Minuut en vier. Wie zit er achter dat stuur bij Cofidis? Is dat Delui? Alain Delui zat er gisteren in elk geval achter. En vandaag ook. Als Alain Delui er een goed oog in heeft, dan laat hij ze veel sneller meerijden. Nu zeg je het helemaal. Het kan niet anders dan dat het hier ook wel begint pijn te doen. Ja, tuurlijk, ja. Ze zijn 70 kilometer aan het vlammen. Ze zitten alle vier, alle vijf wel mooi op de fiets. Hè. Het zijn geen harkers, het zijn echt echte, ja, vijf prachtige renners op de fiets. Changement de decor. En ook Trek Segafredo komt meedoen. De eerste auto's komen voorbij aan de finish. Renners in aantocht voor een passage en dan nog een lokale ronde van dik 12 kilometer. Ik heb ze geteld, zijn er een stuk of 35 in deze groep. Het zou van Marken zijn van Israel Cycling. Er is via de wedstrijdradio ook een samenstelling doorgegeven. Proberen mee te geven. Jacobsen, Ballerini, Seneschal voor Soudal Quickstep. Van Baarle, Laporte en Tratnik voor Jumbo-Visma. Stuyven, Kirsch en Skoujins voor Trek Segafredo. Meus voor Bora Hansgrohe. Luca Mozzato voor Arkea Samsic. Jonathan Milan, Andrea Pasqualon en Fred Wright voor Bahrein Victorious. Dan Caden Groves van Alpecin de Koning. Olivier Legac van Groupama. Pascal Ackermann en Rui Oliveira van UAE. Sean Flynn van Team DSM. Magnus Sheffield en Connor Swift van Ineos Grenadiers. Arnaud Delis, Brent Van Moer, Florian Vermeers voor Lotto Destiny. Daar zaten dus ook Frison en Livijns bij daarnet. Dan Cocard, Allegaard, Renard voor Cofidis. Sagan en Van Gestel voor Total Energie. Garcia Cortina, dat is ook een snelle, van Movistar zit erbij. Sepp van Marken van Israël Premier Tech. En Filippo Colombo van Q36.5. Cycling team, de Zwitser Colombo, had vroeger een dansing in Ace. Nieuws over Filippo Baronchini van Trek Segafredo, die gevallen is na 8 kilometer. Röntgenstralen hebben aangetoond dat Baronchini het spaakbeen van zijn rechterarm heeft gebroken. Hij gaat morgen worden geopereerd. Ook dat is helaas de koers. Ja, nu gaat dat toch een pak sneller. We zetten de boel een klein beetje op de kant. Waardoor er achteraan een klein beetje verveling is. En het is inderdaad Sepp van Marken die we daar in de derde positie zien zitten. Maar draait niet mee. Maar voor wie? Ja, voor zichzelf. Hè. Ja. Eén keer meedraaien of anders daar wegblijven, zou ik zeggen. Dan stoor je de boel ook niet. Maar ja. Hij is alleen, hè? Ja, ik weet het. Hij is alleen, ja, ja. Eens kijken, gaat hij wel meedraaien? En nu komt Tratnik op links. Ja, die mannen gaan nog een beetje komen storen ook, hè? Zoals ze gisteren deden. Ja. En Seneschal, die is echt goed. Maar hoe is die de rug een klein beetje ontspant? Van Hooijdonk begint ook dorst te krijgen. Je zou van minder. Amai. Je zou inderdaad van minder. Zouden ze zijn kaart eens trekken? Straks wegspringen en nog proberen te finishen? Welles is ook een tijdrijder. Ja, absoluut. En het is... Er wordt niet gedacht aan premies. Het is gewoon voorbijrijden. Benoot. Alles voor Jumbo-Visma. €2.500. Ik vind dat toch wel wat. Dat was vroeger toch 100.000 frank.
kijken hoe ver ze achter zijn. Sepp die niet inschuift. Ja, dat is, dan ga je eerder een beetje op de rem staan. Hè. Gaat dan zesde, zevende zitten als je wil terugkomen. Dan stoor je de boel tenminste nog niet. Ik heb niet getimed, ik zie ook geen borst. Ja, voilà, nu wel. Doe de volley dan maar omhoog, José. Dat is nog een synoniem dat ik doorgekregen. De volley omhoog draaien. Ja. Lawaai van de bel. Altijd fijn om te horen in een koers. Ja, voor de renners ook, denk ik. Laatste ronde. Van Marquet in vierde positie aan het wiel van Brent van Moer. Zit daar nog met twee koffiedismannen achter zich. Zit er een goede vriend van Sepp in de kopgroep? Ha, het is benoemd. Wie weet. Ik zou het niet weten. Aan de andere kant wil zich ook niet laten verrassen, denk ik. Maar hier, 11 kilometer nog, blijven rijden. En het ziet er wel naar uit dat Benoot zich helemaal leeg rijdt voor Van Hooijdonk. Ja, en op die manier kan je natuurlijk niet gaan gokken. Hè. Het is, als je voldoende voorsprong hebt, dan zou je kunnen een beetje gaan spelen met het spel. Ze kunnen daar natuurlijk rekenen op een Laporte, maar is die snel genoeg ten opzichte van Jacobsen? Ik denk het niet. Aan de andere kant hangt dat mondje van Van Hooijdonk ook al goed open. Taco gaat eens omkijken. Probeert genoeg naar de kant te gaan om tussen die auto's door te kunnen kijken. Die gaat zeker nog gaan. Zo. Taco gaat nog gaan. Niet aan twijfelen. Wel eens ook. Taco zeker. De vraag nu. Komen ze op tijd of komen ze te laat? Maar het is minder geweest dan een minuut. Eén minuut. Wat doen ze eraf op 7 kilometer 8 seconden? Het is echt speculeren. Opgespeculeerd vooraan ook, voor een stuk. Enfin, niet dat zij hier speculeren, ze blijven rijden. Maar ze hopen natuurlijk dat er vooraan gespeculeerd wordt. Hier op de rug van Gilles de Wilde. Knap. En daar met nummer 83, Caden Gross. De snelle Australiër van Alpes in de Koning. Die ze eigenlijk in de plaats van Merlier aangenomen hebben. Goeie jongere, sterke kerel. De Europese kampioen Fabio Jacobsen, zijn verhaal genoegzaam bekend. Bewonderenswaardig hoe hij zijn revalidatie tot een goed einde bracht. Merlier heeft het seizoen goed geopend met twee overwinningen in de UAE Tour. Jacobsen een ander programma, ze houden ze zoveel mogelijk uit elkaar, maar er is nog niet gekozen wie naar de Giro, liever niet wie naar de Tour en wie naar de Vuelta gaat, want ze gaan geen spurter meepakken naar de ronde van Italië. Een klassement kan je geen sprinter meenemen. Toch zeker niet als je ambities hebt om de wedstrijd te winnen. De Lee, die zit te hopen dat die spurter alsnog komt. Ja, ik zie daar nog Ballerini bij zitten bij Jacobsen. En dan zou ik denken, ja, laat hem dan ook mee rijden. Hè, want vijf man voorop is maximaal voor de zesde plaats. Prestige sprintje, dat wel. Mm-hmm. Gespurt zal er in elk geval worden met de wind in de rug. Ja. Die vlaggen, die komen onze richting uit. Ja, en ja, die staan die strak. Schuin van links komen. Dus in principe op de rechterkant sprinter. Om de rest op, in de wind te laten komen. 8,7 kilometer. Een minuut. Alle ballast overboord. En nu vooral elk momentje opletten. Elk moment kan er worden aangevallen. En meestal wordt dan gezegd, de eerste is de dommerik. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Want als dat zo zou zijn, dan moet er nooit iemand als eerste demareren. Nee, dan moet er nooit iemand als eerste demareren. Het verhaal is natuurlijk als een van die drie gaat. Het zijn wel eens, het zijn Mohoric, het zijn Taco van der Hoorn. Dat er twee mannen van Jumbo-Visma klaar zitten om toch minstens voor de een of de andere de kastanjes uit het vuur te halen. Er zou in principe bij elke demarrage, toch zeker bij de eerste en bij die tweede, altijd iemand van Jumbo moeten mee zijn. En dan de benen stilhouden en zeggen, ja, ik heb mijn kopijn zit achteraan. Maar kan je dat nog? Want diep in de finale word je soms iets verrast met het idee van, het is nog redelijk goed om dan bij een demarrage in één keer het gevoel te hebben van, oei, toch niet. Het
er zijn er al veel bij die dachten van op 300 meter van de streep de koers te gaan winnen, om dan tot de conclusie te komen dat het er niet in zit. Dat de benen er niet zijn. De regisseur Gunter Hergel smelt het parcours van de cross in Kortrijk. Ja. Nieuwtje uit het Hageland. Omloop van het Hageland voor vrouwen, gewonnen door Lorena Wiebes. Met een straatvoorsprong. Bedankt voor het nieuwtje, Bart Schols. Ja, voilà. De man van het Hageland. Dat is de... Was vandaag ook nog cross zeker ergens? De koning van het Hageland. Ja, er is gecrossed in Oostmalle. Opnieuw spoiler alert, mensen die het niet willen horen. Bij de vrouwen heeft... Annemarie Worst. Nee, Annemarie Worst. Ellen van Looy heeft haar laatste cross gereden in Oostmalle en is 13e geworden. En bij de mannen... Laurens Week voor Lars van der Haar en Niels van der Putten. Het was een spannend duel met Van der Haar naar vermeld. Ja. Een minuut en één. De winnaar zit vooraan, José. Ja. Ja, ja. Ze hebben... En je kan het niemand verwijten dat die winnaar vooraan zit. Integendeel. Chapeau. Knap. Ja. Wie het ook wordt. Knappe prestatie. Formidabel, formidabel. De manier waarop dat helemaal begonnen. Door deze man. Wel eens. Deze man ranselde de boel uit elkaar. Wel eens. Op de kasseien. Al gescoord dit jaar. Winst in de Ruta del Sol. Toen hij ook meeglipte in een lange vlucht nadat Pogacar 2 dagen op rij had toegeslagen, zat hij mee in een vlucht met 21 en kwam alleen binnen. Ja, ja. Pogacar al 3 keren laten winnen. Allee, ja. Zo gaat dat met de overlevering in de koers. De verhalen worden met de dag straffer. En Maarten. Ja, en ze blijven maar allemaal hun kopbeurt doen. Kake van der Hoorn heeft al een paar keer gekeken. Hoe zit het, mannen? De gezichten monitoren van... is er iemand die dan toch een teken van zwakte vertoont? Hij is ook de enige die al bezig is met zijn schoenen. Drinkbus al weggegooid en daarnet ook nog de achterzak helemaal leeggemaakt. Maar het was gewoon een papiertje dat het eruit fladderde. Dus een heel groot verschil zal dat niet maken. Ze blijven gewoon lekker ronddraaien. Ja, hoe ga je dat oplossen als je Nathan van Hooijdonk en Thijs Benoot bent? Ja, misschien ben je wel de beste en dat weten wij nog niet. Hè. We weten niet hoe die mannen hun benen zijn, hè. Hoe ze zich voelen. Misschien durven ze het wel aan. Ik zou het bij God niet weten. Zo'n natuurlijke reflex, hè. Je gaat op het puntje van je stoel zitten. Ik zie het je ook doen. Ja, ik was aan het kijken wie daar hier nu mijn tijdritpak aan het rondrijden is. Maar hoor ik ze al zeker. Die mannen van Jumbo ook zeker? Nee, die rijden met een trui, dacht ik. Wel eens ook met een tijdritpak, of toch eens kijken. Of is het toch een tijdritpak? Dit zijn ook tijdritpakken. Ja. Ja, het is niet te geloven. Koesteren worden niet meer gemaakt. Dat is voor ons. Als wij de Schelde gaan afrijden. Er worden zakjes opgenaaid op de tijdritpakken. Ja. Om in een ander te kunnen wegsteken. Als wij de Schelde gaan afrijden, dat zal in retro pakken zijn. Hè. Bij boomers. Boomers niet, dat is iets anders. Dat is een term die in het peloton gelanceerd is door Fred de Bruyne. Ja, Fred de Bruyne. De moemers. Dat zijn de klagers? Dat zijn de klagers, ja. Vijf kilometer, 1 minuut en 5. Ze rijden nog verder weg. Alsjeblieft. Ja, sprint hier vooraan of kijken wat er van komt. Sprint zou mij verwonderen mochten ze met z'n vijven samen blijven. En dan een prestige sprint achteraan voor degene die zeggen van... Tju. In ieder geval een hele mooie koers gezien. Toch? Absoluut. Absoluut. Het zou nog spannender geweest zijn mocht die tweede groep wat dichter teruggekeerd zijn. Maar het is de grote verdienste van deze jongens. Wie wint deze 75e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne? Nathan van Hooijdonk, Tim Welles, Thijs Benoot, Taco van der Hoorn of Matej Mohoric? Hier zie je nu toch al wel wat gefriemel en het spel dat wordt gespeeld. Er wordt een gaatje gelaten. Benoot die dwingt Mohoric in het tegenoffensief. En dan misschien van achter de rug poeven? Ja, versnelling daar van Hooijdonk. Maar een hele snelle, vlugge Willems die mee was. Taco die nog eens de schoenen gaat aanspannen. Van achteruit. En wie gaat er demareren? Wie reageert er dan onmiddellijk? Van Hooijdonk op kousenvoeten. Mohoric wordt door Willems gesommeerd om het gat te dichten. Van Hooijdonk van op de kop.
de lange van Goreins. Ja, ze kunnen alle vijf winnen, heb ik zo het gevoel. Ik zie er echt niet iemand in zitten waarvan je zegt, oh, die met de vingers in de neus. Helemaal niet. Ze kunnen allemaal met een solo wegrijden. Geen lange dan, maar toch. Ze kunnen verrassen, ze kunnen kijken, ze kunnen... Mannen van Jumbo in principe in het voordeel, moeten we zeggen. Van Hooy. Dem Reis, hey. Ja, maar raar. Ik zal er niet meer bij pezen. Die wel klaar zit, hè? Die klaar zit. Ja. Als je puur op de mimiek en de gezichten moet bekijken, dan denk je dat Van der Hoorn de friste is. Maar ja, pas dat op, ligt met aan... deze. Van Hooydonk. Deze is goed. Mohoric moet zijn tenen uitkuisen. Van Hooydonk met een meter of twee. Een meter of drie, vier. Hij zit nog niet op het wiel. Niet stilvallen, Van Hooydonk. Niet stil, hij durft, is er nog niet. Durft. Als de andere even kijkt. En nu komt Taco. Ja. Het vingertje van José gaat omhoog. Nu zou Taco van der Hoorn moeten komen als ze erbij zitten. Maar komt hij? Wacht nog even om op die magische hoorn te blazen. Dat is ongelooflijk, hè? Dan hebben ze elkaar wel pijn gedaan, zeg. Ja, en durf je nu dat tempo nog laten zakken, hè? Het is een
kijken naar Van der Hoorn. Ja, Benoot die even met de arm gaat bewegen naar... Dat lijkt me nu niet meer... Je moet... Ah, wel eens. Die daar even anticipeerde, want er viel een klein gaatje. En je moet weten dat als je straks links opdraait, richting finishlijn, dat je de wind in het gat hebt. Mohoric en Van der Hoorn gaan elkaar hieruit controleren. Benoot gaat. Benoot heeft gezien van, ja, als die lengtes moeten ze dan toch maar gaan goedmaken. Maar Van der Hoorn, die heel makkelijk daar naar Van Hooijdonk gaat. Even opzij Van Hooijdonk. Ja, verliep Van Hooijdonk een gaatje vallen om Benoot te laten wegrijden met Welles. Dat zal... mm-hmm. Ja, is dat gevaarlijk? Nog maar eens aan die schoenen prutsen. Opgepast nu op de kant van de weg. De tijd om te speculeren hebben ze gekocht door te blijven doorrijden onderweg. Daar hangt de boog van de laatste kilometer. Dan naar links en wind in de poep. Hij zit nog niet op het wiel van Hooijdonk met een ferme versnelling. Maar nu wel eens aan dat achterwiel. Mohoric moet een gat laten doorrijden. Jongens, jullie zijn met twee. Doorrijden. Mohoric is er niet, maar dan worden de benen stilgehouden. Ook al om de bocht te pakken natuurlijk. Ja, Benoot in het wiel van... Zou in de ideale situatie zitten nu, kun je eigenlijk zeggen. Pas op, Benoot lanceert. Benoot lanceert. Langs Van Hooijdonk heen. Langs Van Hooijdonk heen. Benoot, Welles moet onmiddellijk reageren, weet dat ook. Maar het risico is natuurlijk als je reageert dat je de anderen meebrengt en dat je in een verloren positie zit. Dit is een gat dat aanzienlijk is. Dit is 10, 15 meter. Ties Benoot, die een hand lijkt uit te steken naar de zegen. Welles laat het gat verder vallen. Benoot is weg. Benoot gaat Kuurne-Brussel-Kuurne winnen op die manier. Wie gaat het werk nog doen? Niemand. Hey, wat zei ik? Je zou de Jumbo's geen kans geven als je naar die anderen kijkt. Maar Benoot gaat Kuurne-Brussel-Kuurne winnen. De juiste manier. Ja, fantastisch hebben ze dat spel uitgespeeld. En dan kijken ze naar elkaar. Van Hooijdonk die gaat Taco van der Hoorn opvangen, want die wil er een lange spurt van maken. Van Hooijdonk die dan de benen stil op, maar Benoot is binnen. Benoot wint Kuurne, Brussel, Kuurne. En Van Hooijdonk gaat nog tweede worden. 1 en 2, alsjeblieft. Mohoric 3. Van der Hoorn 4 en Welles 5. Proficiat. Ja. Geel, zwart, zwart, geel. Jumbo-Visma heeft het hele openingsweekend gedomineerd. En nu? En nu, voor plek 6. Ja, voor plek 6. Puur uit interesse gaan we kijken. Absoluut. Maar dit is de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. En verdiend. Den Tisch. En verdiend. Maak een beetje plaats, mannen, want ze zijn daar al. En ze gaan er nog voor spurten. De Lee die zich in het midden op gang trekt. Jacobsen die aan zijn wiel zit. Jacobsen aan het wiel van De Lee. En het is een van de mannen van Uno X. Nee, het is Laporte. Het is Laporte. Ja. Het is Laporte, inderdaad. Niet Uno X, die zitten daar rechts natuurlijk. Laporte haalt het voor. De Lee. Tja. Ja. Dat is doen wat je wil, hè. Dat is echt doen wat je wil. Dat is doen wat je wil, ja. Gaan ze de ganse dag controleren en dan laten ze toch op kouse voeten Benoot wegrijden helemaal naar het einde toe. 1, 2, 6. Fantastisch. In een echte poging van Van der Hoorn, Mohoric of Welles is er niet geweest. Nee. Echte poging. Nee. Het was vooral Van Hooijdonk die een paar keren de boel op een lint getrokken heeft, waar ze heel veel miserie mee gehad hebben. Mijn hoortjes heeft zich daar volledig op stuk gereden bijna. En Trapping die weet niet wat er gebeurt, hè. Good job, guys. Houd maar winnen. Merci, ja.
Jumbo Visma is de new Wolfpack. Ja, absoluut. Amai, dat is wel het minste wat je kan zeggen. Amai, wat een dag, zegt Ties. Ja, zo kan je het wel noemen. Weer van heel ver aan gegaan. Mooie naam op de erelijst wel, hè? Met Ties en ook... Nog een vuistje van Mohoric en van zijn ploegmaat Nathan van Hooydonk, ploegleider, komt er ook bij. Verzorger komt er heel even bij. Ties Benoot, dikke proficiat met die overwinning. Beschrijf hem nog eens, die sprint. De laatste 5 kilometer zijn Nathan en ik eigenlijk om beurt een beetje proberen te demareren. De rest uit kot lokken. Petje opzetten, een beetje. Goed voor de sponsor, hè? Ja, inderdaad. Anders kijk ik nog onder mijn voeten. Maar, dat denk ik niet na zo'n weekend. Maar goed, zet het maar op. Ja, 2-2, dat is ongelooflijk. Maar dus, Welles en Moritz, die gokken allebei een beetje op de sprint. Had ik een indruk. Dus wij wilden natuurlijk, als je met 2 man bent, dat een beetje uitbuiten. En Nathan gaat op 3 kilometer zeer sterk. Daar had Moritz echt moeite om te dichten. Een beetje gepokerd. En dan ben ik aangegaan... direct na de laatste bocht op 800 meter. En ik zag dat ik een klein gaatje had. En dan wist ik dat ik sowieso moest doorgaan. Want als er nog toegereden werd, dan kon Nathan natuurlijk hem laten afzetten voor de sprint. En hij wordt ook zo tweede op die manier, denk ik. Dus schitterend. Om zo te kunnen winnen na een moeilijke periode, denk ik, afgelopen zomer. 7 maanden heb je niet gefietst. Of gefietst wel, maar niet aan competitie deelgenomen. Nee, inderdaad. Dus ik wil die overwinning opdragen aan Fien, mijn vriendin en onze dochterke. En ook aan mijn ouders. Die waren erbij in Livigno. En de week nadien was ik niet altijd de meest aangename persoon in huis, denk ik. Die hebben mijn renner die geblesseerd is. Dus het is ook dankzij hen dat ik hier op dat niveau ben. En de ploeg natuurlijk. Hè, denk ik. Weer schitterende ploegprestatie. Plan is gewoon perfect uitgevoerd opnieuw. Het is magnifiek. What does this victory mean for you, Ties? Yeah, it means a lot. I mean, I'm not a rider who wins a lot. So if you can win the race, then like Kuurne Brussel Kuurne, it's maybe no world tour, but same level, I think, like yesterday. So a big wonder race in the classics period. I said between Nieuwsblad and Liège, all the races are a big goal for me. So to win one already on my second race day after 7 months means a lot. What a team effort, once again, just like yesterday. Was this the plan? Yeah, we decided to, I think after 95k, to go in the crossmans. But there was a bit too much tailwind on that part and we kept going. And then on the second hard climb in Pays de Colline on the Bourliquet, we attacked. We had three riders there, also Jan Tratnik. And he kept the pace high until Mont-Saint-Sauveur. And there, from there on we were with 5 actually, yeah. Enjoy the victory. Thank you very much, Ties Benoot. Mohoric, many congratulations with your third spot. Was Jumbo-Visma too strong today? Yes, they were. They proved once more that they have the strongest team at the moment. They deserved the win today. I felt really good at the climbs, and I think I was maybe one of the strongest in the climbs together with Tim Wellens. But yeah, of course, it's not always the strongest guys who wins the race. So they played it very smart, and Nathan was super strong in the final when we attacked each other. Yeah, you had to close the gap always. Exactly. When I closed the gap in crosswinds to get on Nathan's wheel, I completely destroyed my legs. And actually, I was hoping Tish doesn't counter immediately after. But we waited for the last bit after the turn, for the last 800 meters, and when Tish went, I could have maybe closed the gap, but then I knew I would take someone with me and they would probably flick me for the podium as well. So I couldn't do everything myself. Maybe Taco was gambling a little bit too much. Everybody was waiting for an attack from Taco. Everybody was waiting for an attack for Taco, but I saw that he wasn't pulling committed like all of us, like all of the others. So I was expecting a big attack, but he should have, if he wanted to win, he should have reacted to Tish, because I couldn't do everything on my own. No, and they were also looking a lot at me because they knew I was maybe fast in the sprint. But at the end, also Nathan beat me in the sprint. So chapeau. How do you deal with such a strong team? Yesterday in Omloop het Nieuwsblad, today once again Jumbo-Visma, they're so strong.
They are strong, but it's not impossible to beat them. It's just, yeah, you need to be a little bit lucky. Like also yesterday, we actually made a mistake in our team, Marin Victorious, because I made a mistake before Molenberg. I was too far back. I had to close the gap on my own to get to the first group. And I didn't see that it was Dylan who attacked from them. I thought it was another guy, so we sent Jonathan with them, and he was not strong enough to stay with them. So we didn't get the information straight away, and we lost a little bit of time of confusion before we started to work and bring him back. Because I think if the gap before the Moor was maybe 10 seconds less, then I could have got across with Tim. And then we would be in the game to win the race, or at least to podium, no? Wish you all the best in the next races. Thank you. Of derde, je was nog niet zeker? Nee, in alle finish, ik dacht dat ik tweede was, maar na de finish zei iemand dat ik derde werd. Dus daar merk ik even twijfelde. Ben je tevreden dan, met die tweede plaats? Ja, heel tevreden. Het is een van de weinige kansen die ik heb in het jaar. En ik heb ze ten volle benut. Ik heb 3 weken met T-shirt de kamer gelegen, dus ik gun het enorm. We hebben echt naar deze periode toegewerkt en echt een droomstart. Het had ook gekund voor jou, hè? Want je had een paar keer een gatje. Je bent een paar keer gaan aanvallen. En Matej Moric vertelde het daarnet ook nog. Hij moest flink zijn tenen uitkuisen om jou te gaan terughalen. Ja, dat klopt. Ik voelde me goed vandaag. Ik heb, zoals ik zeg, ja, ik heb heel hard getraind om hier in deze periode goed te zijn. En voor hetzelfde geld lukt het net wel. Nu is het net niet, maar het is ook weer net wel omdat Tish wint. Het plan perfect uitgevoerd, hè? En jullie begonnen er al vroeg aan. Ja, dat was te verwachten natuurlijk. Hè. Dat we er vroeg aan gingen beginnen, dat hebben we ook niet onder stoelen of banken gestoken. Het zwaartepunt van deze koers ligt niet in de finale, ligt eerder halverwege. We hebben weer een plan gemaakt. We hebben onszelf echt, we zijn er fully committed aan begonnen. En het draaide goed uit. Jullie moesten er vanaf, hè, van die twee topsprinters, van Jacobsen en De Lee. Ja, Christophe. En Philipsen, een derde mag er ook bij natuurlijk. Ja, zeker. Christophe is heel snel, maar je weet dat de jongens op zulke finishen gewoon sneller zijn dan Christophe. En dan moet je een beetje een gunstige situatie proberen te creëren. En dat hebben we proberen te doen in de heuvelzone. Hoe comfortabel is het koersen in zo'n sterke ploeg? Jullie komen van jullie berg en jullie leiden meteen alles in de vernieling. We komen van onze berg, maar we werken er wel echt ontzettend hard. Hè. We doen er echt hele zware trainingen. Maar het is echt enorm fijn om te koersen in deze ploeg. Iedereen stapt de bus uit met een plan in het hoofd en we gaan er 100% voor. En dat maakt soms het verschil, denk ik. En hopen dat het misschien ooit helemaal jouw kant is. Dat hoop ik wel, maar ik denk als ik zo verder blijf doen, dat het ooit wel eens goed zou vallen, ja. Dat wens je zeker toe. Dankjewel en nog eens proficiat. Van die onafhankelijke organisatoren, dat zijn ze hier in Kuurne. Het is de week van de vrijwilliger. En dan kunnen we dat niet genoeg in de verf zetten, wat vrijwilligers allemaal doen. Ja, amai, dat mag je wel zeggen. Een lokaal biertje erbij. Echt lokaal biertje. Ezelsbier. Kwaremond. Kwaremond, ja. Zwaar. Gaan ze ervan drinken? Hebben ze voldoende dorst? Zijn koolhydraten, dat moet kunnen zeker. Alhoewel. Dat moet lukken. Benieuwd. Als student mag je wel eens een stevige advoendum doen. Ja, maar dat gaat niet lukken in deze keer. Nee, dat gaat niet lukken. Hij gaat toch een beetje morsen. Ola. Het is toch een serieuze... Ja, dat is met overtuiging. Vind ik wel mooi. Ja. Burgemeester van Kortrijk is Ruud van den Bergen en ze stond daar ook op het podium naast Quickie. Laat het smaken, jongens. Zet de feestdrink erin. We hebben bloemen. Ik zou John willen uitnodigen om Matej Moric te zeggen. Ja, mooi podium is het toch wel na een zeer boeiende wedstrijd. De wedstrijd die andermaal werd gedynamiteerd door de mannen van Jumbo-Visma. Ze hebben de code gekraakt, ze hebben het spel uitgespeeld. Ja, wel, ze wilden een Belg, ze hebben een Belg op het podium als winnaar. Voilà, daar is Ruud van den Berg. Dit is de burgemeester van Kortrijk. En dan het overwinningsboeket, dames en heren, voor de winnaar van vandaag. Bloemen op komst. Johnny gaat die uitreiken voor de man die op de ene rechts is beland van Kuurne, Brussel, Kuurne. Het overwinningsboeket voor Ties Benoet. En dan gaat burgemeester.
moet niet altijd de superkopman zijn die wint. Kan ook al eens de omgekeerde wereld zijn. En die is vandaag voor Thies Benoot. Het is maar een woordspeling, want dat zijn supporterscafé. De omgekeerde wereld in Gent. Ah ja, voilà, ja. Vandaar. Daar gaan ze straks nog wel een pintje drinken. Hè. We gaan er voorbij rijden. Voorbij rijden. Hè. Proficiat aan allen. En vooral aan de organisatoren. Het was goed, het was mooi. Tindeke heeft een rechtstreekse lijn met Kurt Asle, Arvesen. Kurt Asle. Ja. En die heeft laten weten dat Søren Werenskjölds er goed van afkomt met enkel wat schaafwonden. Goed voor de familie. Ja. En dit komt van de directeur sportief. Oké, we gaan afronden met dit podium, met deze foto. We gaan het woord geven aan Ruben van Gucht hier ergens.